Volgens mij kunnen we beginnen. Hallo allemaal, welkom. Social Media Club Groningen. Ondanks het mooie weer... Oh, we doen even de muziek uit. Ondanks het mooie weer, Noorderpers, Martini Sport. Toch een goede opkomst. Leuk dat jullie er zijn. Herzlich willkommen. Ja, toch? Ook voor de Duitse. Zijn er ook mensen uit Frankrijk? Nee? Maar wel mensen uit Friesland, hè? Maar dat ga ik niet doen. Dat ga ik niet doen. Weet je? Er zijn grenzen. Goed, welkom allemaal. Dus de mensen die zich hebben aangemeld via Meetup. De mensen die thuis zitten te kijken. Smart Camels, Coolshot, Astrid is er weer. Leuk dat ze er is. Yay! Hey, even dit. Heeft iedereen zich geregistreerd bij Margreet? En Brenda? Ja, oké, mooi. Dus er komt niemand op de snoeiharde blacklist. Goed. Mooi. Martine Hamminga. Oh, er staat nog dat ze bij Hampshire werkt. Oh ja, formeel is dat ook nog zo. Martine zit in Zuid-Afrika. Op vakantie, Martine, als je kijkt. Brenda is er ook. Herzlich willkommen. Margreet. Nou, dat ben ik. Helder. En Pieter. Waar is Pieter? Oh, daar is Pieter. Welkom. Embrace. Waar zitten de mensen van Embrace? De eerste rij. Ik maak heel veel grappen over mensen van de eerste rij. Vertel even. Hallo allemaal. Nou ja, wij zijn van Embrace, aanbieder van social business software. Dat is eigenlijk een digitaal platform wat we inzetten voor onder andere een social intranet. Waarop mensen binnen hun organisatie en teams kunnen samenwerken, communiceren. Documentdeling, al dat soort zaken. Dan ben ik een boer uit de provincie en dan zeg ik, nou, waarin verschilt het bijvoorbeeld van een platform als Yammer? Ja, want dat is heel bekend. Waarin verschilt dat? Nou ja, het verschil zit erin dat Yammer wel een vergelijkbaar platform is als de onze. Alleen dat wij ook heel erg kijken naar wat is de bestaande applicatie in richting van de organisatie. En hoe kunnen we Embrace daarop aansluiten? Dus zeg maar die koppelingen ook te leggen en die slimme koppelingen eigenlijk. Goed antwoord. Dit was niet ingestudeerd, hè? Oh, wacht even hoor. Er gaat nog 1 miljoen wat vertellen. Misschien is het wel leuk om te vertellen dat we nu ook het social intranet van de gemeente Groningen aan het bouwen zijn. Is dat een succes of is dat een punt? Nee, dat is nu al een succes. Tenminste, de start. Okay. Social business, daar gaan we het over hebben. Sprekers, Samuel als eerste. Doe hem even applaus gewoon omdat het kan. En Max ook. Samuel werkt bij Entopic. En Max werkt bij Acuity. Best even oefenen. Zet alvast even trouwens beste mensen voor in je agenda de volgende. Oh, dat vertel ik ook even gelijk voor na de zomervakantie. We zijn er nu toch. Toch? 1 juli is de volgende bijeenkomst. Dan is het thema, dat weten we nog niet. Maar we weten wel dat het de volgende keer komt. Polle de Maagd komt hier spreken. En Polle de Maagd is onder andere, voor KLM heeft hij mede bedacht de campagne voor KLM Surprise. Weet je wel? Dat is naast dat filmpje van Social Media Revolutie 2009 het meest bekeken filmpje. Je kunt je er iets bij voorstellen. Polle de Maagd. Nou, we werken met Warenpark. Oh ja, wat ook nog even leuk is om te zeggen. Ik kijk even, ja, volgens mij kan ik het verklappen. Na de zomervakantie. Welkom. Neem plaats. Na de zomervakantie. De editie uit mijn hoofd 9 september. Dan krijgen jullie de ruimte om te spreken op de Social Media Club. Dus mocht je denken, goh, ik heb een leuk verhaal. Check even regelmatig de mails die je krijgt van ons. Want dan krijg je ruimte om een verhaal te vertellen. Dat vinden wij dan leuk. Nou, we doen waardebepaling achteraf, bla bla bla. €10 vinden wij een normaal bedrag. Dus Facebook, Twitter, hashtag SMC050.
En probeer ook de buitenwereld een beetje te verrijken met wat leuke informatie. Dus hoor je hier iets slims of iets zinnigs, waarvan ik wel hoop dat dat gaat gebeuren. Ik ga ervan uit tenminste. Laat dat de rest van de wereld weten. Goed, dit was mijn praatje. Samuel begint toch? Ja. Applaus, Samuel Driessen. Is het altijd weer spannend of de techniek allemaal meewerkt. Even kijken. Misschien kan Max even meekijken. There you go. Dank je. Goedenavond. Is het geluid goed zo? Goedenavond. Het is ontzettend leuk om hier te zijn. Ik woon zelf in Nijmegen, dus het was een hele reis hier naartoe. Maar als pollen moet komen, dan moet ik helemaal niet zeuren. Die woont nog zuidelijker. Vanavond een avond over social business. Een onderwerp waar ontzettend veel over gepraat en geschreven wordt. Waar jullie misschien ook wel zelfs heel actief ook in bezig zijn. Het is mijn hoop en mijn ambitie ook eigenlijk wel dat social business meer is dan een hype. Ik hou niet zo van hypes. Hypes zijn leuk, eventjes. Maar waar het mij met name met dit gebied om gaat en wat ik ontzettend belangrijk vind, is dat het ook echt een structurele verandering gaat bewerken binnen organisaties. Dat is mijn hoop en daar werk ik ook actief aan. En ik hoop ook in deze presentatie iets daarover te vertellen, wat mijn overtuiging is, om ervoor te zorgen dat social business meer is dan een toeltje uitrollen of iets dergelijks, maar dat het echt een structurele verandering is in de manier waarop wij zaken doen, waarop wij business doen. Ik ben Samuel Driessen, ik werk voor Entopic, nu bijna 3 jaar. En ik help allerlei organisaties met online vraagstukken. Ik heb hiervoor 10 jaar bij OC gewerkt in verschillende functies. Productontwikkeling, lange termijn productconceptontwikkeling. En de laatste jaren van mijn werkzame leven, daar ben ik informatiearchitect geweest. En daar was ik verantwoordelijk voor de informatie- en communicatieprocessen binnen de organisatie. En ook tussen partners en andere organisaties. En dat ging in eerste instantie heel erg over de formele kant daarvan. Daar zal ik straks ook wat meer over vertellen. Maar toen was Web 2.0 en zo ook dus opkomend. En ik was daar ook actief in die wereld. En toen dacht ik op een gegeven moment van, hey, kunnen we dit niet ook intern gebruiken? Kunnen we niet dat soort concepten en technologieën binnen gebruiken om informatie- en kennisprocessen die er zijn in de organisatie ook op die manier te ondersteunen? Want ik merkte dat je dat op de formele manier met de hele zware, dure tools zoals SAP en dergelijke, dat je dat maar zeer ten dele kon doen. Daar zal ik zo ook wat meer over vertellen aan de hand van wat voorbeelden. En uiteraard, ik put dus, uit mijn ervaring met klanten en dus ook in de tijd bij OC. Dus de uitrolervaring die ik daar heb, daar wil ik graag wat van delen in de tijd die ik daarvoor gekregen heb. Tegelijkertijd sta ik hier niet als een of andere expert of guru of zo. Het boeiende vind ik juist van dit gebied is dat het, enerzijds is het er al een tijd. Dus ik denk dat je kunt zeggen zo 2004, 2005, toen kwam het langzamerhand boven, werd het populair. Tegelijkertijd, en ik weet niet wat jullie ervaring is bij organisaties, als je organisaties helpt dan wel in een organisatie bezig bent met dit soort onderwerpen, is dat je ziet dat het ook nog allemaal heel erg in de kinderschoenen staat en dat we nog volop aan het leren zijn wat nou de betekenis is van dit gebied en hoe je dit nou goed doet. Ik wil iets daarvan delen. Ik ben ook heel benieuwd wat jullie vragen en opmerkingen zijn, ervaringen vanuit jullie praktijk. Maar wat is social business? Even kijken of dit werkt. Ja. Wat is social business nou eigenlijk? Dus laten we daar eens mee starten. Als je puur eens naar de term social business kijkt, is dat eigenlijk nog een hele jonge term, zeg maar. Dus misschien 1-2 jaar wordt deze term gebruikt. Daarvoor werd er met name gesproken over Enterprise 2.0. Misschien is dat een bekendere term, een meer gebruikte term. Ik vind het nog steeds een hele mooie term.
Maar waar het daar met name om ging, is intern social media binnen, dus binnen bedrijven inzetten. En eigenlijk, dus dat was met name de focus van Enterprise 2.0, zag je in de praktijk. En op een gegeven moment werd er gezegd, is dat niet ook een te beperkte focus? Moeten we niet alleen naar binnen, maar ook naar buiten kijken? Ook omdat we zien dat de grenzen tussen binnen en buiten de organisaties ook wat aan het vervagen is. Zo is eigenlijk een beetje die term social business boven gekomen. Plus wat je ook ziet is dat een hele hoop van deze terminologie komt ook uit de technische wereld, de leveranciers van platformen. Dus op dit gebied. En die zeiden ook van zo'n term social business, dat bekt veel lekker, dat is makkelijker om te vermarkten. Dus kiezen we die term in plaats van Enterprise 2.0. En Enterprise 2.0 is feitelijk ook gewoon een reactie op. Toen de tijd werd er van web 1.0 naar web 2.0 gegaan. En men zei op een gegeven moment van, als we nou kijken naar wat het internet naar een tweede stap gaat, moeten organisaties dan ook niet naar een tweede versie gaan. En zo kwam Enterprise 2.0 in de lucht. Als je kijkt, zei ik net al, naar veel definities op het gebied van, dus als je kijkt naar definities van social business, dan is een van de dingen die ik heel erg jammer vind, eigenlijk is dat er zoveel focus is op systemen. Is dat er eigenlijk, dus als je kijkt naar social business initiatieven bij organisaties, dan komt het er eigenlijk in de praktijk op neer dat men een of andere social media tool intern dan wel extern aan het uitrollen is. Dus dan zegt men feitelijk van wij zijn een social business, omdat wij, Yammer werd net genoemd, een populair microblogging platform, omdat wij microblogging gebruiken binnen de organisatie, zijn wij een social business. Of omdat wij Twitter en Facebook extern gebruiken, zijn wij een social business. Ik vind dat heel erg jammer. En volgens mij is dat ook een onderdeel een beetje van de hype waar we in zitten en waar we hopelijk overheen zullen stappen. Hoe mooi ik die initiatieven ook vind, dus ik doe daar ook aan mee, ik help organisaties daarbij. En zeg van, voor mij gaat social business echt wel over diepgaandere dingen. Dat raakt ook, en dat zit ook in deze definitie, raakt ook aan cultuur, dus organisatiestructuur en cultuur. Maar al snel gaat het over systemen. En dat is ook logisch, systemen zijn lekker concreet, die kun je vastpakken, daar kun je wat mee doen. Dingen als cultuur en organisatiestructuur is allemaal wat vager en wat minder tastbaar. Dus dan ga je je snel richten op tools en technologieën. Een andere definitie is deze, die heb ik maar even gedeeld. Dus je ziet ook dat de social business wereld ook allerlei dingen naar zich toe trekt. Van dat is ook allemaal social business. Dan krijg je dit soort definities. Deze definitie en de vorige is overigens van IBM. In een rapport wat heel mooi onlangs werd gedeeld in de stream hashtag SMC050. Dus ik dacht, ik haal hem ook even naar voren. Maar ook in deze definitie zie je dat men ook vrij snel toegaat naar van het gaat uiteindelijk om systemen uitrollen die dus mensen in het middelpunt hebben en netwerken. Wat voor mij social business is, raakt veel meer aan dit. Dit kwam ik laatst tegen bij Harvard Business Review. En dit artikel dat vroeg zich af, of deze schrijvers die vroegen zich af in dit artikel, zei van hoe kun je nou echt een werkplaats van de toekomst creëren? Dus wat is nou eigenlijk echt wat mensen drijft in organisaties en hoe kun je daar organisaties omheen bouwen? En zij hebben op een gegeven moment een aantal, je zou kunnen zeggen, lijnen uitgezet, waarvan ze zeggen van probeer eens. Dus wij zien dat organisaties die echt fantastisch zijn om voor te werken, waar medewerkers graag naartoe gaan, eigenlijk deze principes heel hoog houden. En je ziet dat in deze stellingen, dat mensen een ontzettend belangrijke rol spelen. Dus mensen in het middelpunt. En als het gaat over social business, dan hebben we de neiging om snel te zeggen social, dat is dus social media en business. Dus voor mij gaat het veel meer over social, dat is mens, menselijke business. Business in een menselijke maat. Social business zou je kunnen zeggen is ook eigenlijk een reactie op de oude manier of een oudere manier van zaken doen. Dus die we, waar we heel erg goed in zijn geworden. Dus uit het industriële tijdperk, procesmatig denken, automatisering. Dus in reactie daarop is men na gaan denken over social business. Is men op een gegeven moment gaan zeggen van wij zijn een aantal dingen, dus echt maar in dat tijdperk, in dat vorige tijdperk, waar we
behoorlijk succesvol zijn geweest. Dus kijk maar naar onze gadgets en auto's en noem maar op. Dus het feit dat we die hebben voor een bepaalde prijs, dat heeft heel erg met dat vorige tijdperk en het succes van dat tijdperk te maken. Maar dat is niet de hele wereld. En lijkt het ook wel alsof we wat kwijt zijn geraakt. Maatschappelijke onvrede zie je daar ook. Dus als het gaat over economische crisis, de reactie op banken, dat heeft heel sterk te maken met van, hey, moeten we niet wat menselijker zaken gaan doen? Moeten we niet de grote organisaties kleiner maken? Moeten we niet wat minder gaan denken in automatisering en in processen, alsof alles in processen en in automatisering te vangen is? En daarin is volgens mij social business een hele goede en mooie correctie op een oude manier van zaken doen. Alleen, volgens mij is er ook het gevaar dat we doorslaan. Dus dat social business een vervanging is van oudere manier van zaken doen. En daar wil ik zo wat meer over vertellen. Want wat voegt social business nou eigenlijk toe? Je kan zeggen, wat is nou eigenlijk nieuw aan social business ten opzichte van oudere manieren van zaken doen? Nou, op een bepaalde manier kun je zeggen, social business grijpt terug op manier van zaken doen van ver voor het industriële tijdperk. Als je kijkt hoe mensen, er zijn allerlei interessante boeken ook over geschreven, als je kijkt hoe mensen zaken deden voor het industriële denken, het industriële tijdperk, dan zie je dat een hele hoop elementen die we nu aan het waarderen zijn, dat die opeens weer voor het voetlicht worden gehaald. Dus het denken in communities bijvoorbeeld. Dus dat vinden wij heel normaal. Misschien dus omdat wij in die internetwereld, dus dan zeggen van, oh, dat is een internetcommunity. Toen de tijd waren dat communities in de zin van familie, vrienden, kerkverbanden. Dus dat soort dingen. Daar, zo werd zaken gedaan in dat soort menselijke netwerken. En dat werd dus zaken doen was ook heel sterk bepaald ook door die menselijke relatie, die menselijke maat. Nou, dat is iets wat je nu weer terug ziet komen. Dus wat zo mooi is ook aan het internet en aan social media in het bijzonder, is dat het de mens en wat hij of zij kan centraal zet. Dus, en van daaruit dus kijkt naar de netwerken en verbindingen tussen andere mensen. Dus wat voegt social media dan toe? Je ziet dat we in het verleden heel veel aandacht hebben gehad voor dit soort dingen. En in veel organisaties is dit nog steeds een heel groot deel van de tijd die besteed wordt aan het verbeteren van de organisatie. Kijk maar naar gemeentes, overheidsorganisaties, maar ook commerciële organisaties besteden ontzettend veel tijd om die processen te definiëren. Hoe moeten die nu gaan lopen? Hoe moeten ze beter gaan lopen? Er wordt heel veel aan IT en automatisering besteed om die processen dan te ondersteunen. En als je kijkt wat een tijd en aandacht eraan besteed wordt, dat gaat echt over tonnen, miljoenen, in organisaties, wat aan dit soort dingen besteed wordt. En tegelijkertijd zie je ook, en dat ervaren we misschien ook wel in de praktijk, een deel van het werk is zo te vangen, maar een heel deel van het werk, dat ervaren we een proces juist eigenlijk als iets heel erg vervelends, iets beklemmends, iets beknottends. Dus het doet niet recht aan de manier waarop ik wil werken of de manier waarop ik functioneer. Nou, daar zie je zo weer zo'n reactie naar social business. Dus een sociale insteek van zaken doen in plaats van alles in processen en geautomatiseerde systemen te proberen te vangen. Dat wil niet zeggen, en daar kom ik zo ook nog even op terug, dat processen verkeerd zijn. Er zijn een aantal dingen in het leven die gewoon procesmatig op de best mogelijke manier kunnen. Nou, dan moeten we dat dan doen. Waar het mij meer om gaat hier is dat we dus niet alles moeten proberen te vangen in processen. Maar ook moeten kijken naar, wat ik dan noem, netwerken. Dus als je aan mensen in organisaties vraagt hoe zij werk gedaan krijgen, dus hoe zij hun werk graag doen en hoe ze dus door organisaties of tussen organisaties bewegen, dan komt er altijd zo'n soort plaatje uit. Dus Pietje die kent Klaasje en die waardeert Klaasje omdat die expertise heeft of kennis heeft op een bepaald gebied. Die hebben ooit eens bij elkaar in een project gezeten, maar zijn nu in verschillende afdelingen bezig. Klaasje die mag Roosje weer niet, bijvoorbeeld. Die hebben ooit eens in een project gewerkt, maar Roosje is door de mand gevallen. Die deed nooit wat. Dus het gaat over verbindingen tussen mensen en wat mensen kunnen. Nu hoor je in deze tijd heel veel van, en dus daar probeer ik ook een beetje dus over die hype heen te komen. Ik ben benieuwd of jullie dat met mij eens zijn, is je hoort mensen
die dan zeggen van, nou ja, dan moeten we dus maar alles in netwerken doen. He, weg met de processen, weg met de geautomatiseerde systemen, alles over naar netwerken. He, dus, en dus ook de bijbehorende tools die daarbij passen. Daar geloof ik ook weer niet in. Dat zal ik zo laten zien in het volgende plaatje. Aan de andere kant, als je dus kijkt zeg maar, hoeveel tijd en aandacht we besteden aan netwerken in de organisatie, dan is dat vaak maar bar weinig. Dus hoeveel organisaties kunnen zeggen dat ze actief mensen bijvoorbeeld helpen met vergadertechnieken? Dus om maar iets te noemen. Hoeveel organisaties in Nederland en in de wereld kunnen zeggen dat ze mensen actief helpen om bijvoorbeeld e-mail op een goede manier te gebruiken, zodat het echt netwerken faciliteert, bijvoorbeeld. En ik denk dat dat ook de drie dingen zijn waar je kunt zien dat we proberen netwerken te ondersteunen. Dat is e-mail, dat is vergaderingen en misschien het koffiezetapparaat. Zeg maar. Dus dat faciliteert netwerk. Voor de rest is het eigenlijk een ondergeschoven kindje. Er is heel weinig aandacht voor. Tot voor kort eigenlijk. En nu zie je de laatste tijd dat men steeds meer aan het nadenken is van, hey, dit bestaat in organisaties, dit bestaat tussen organisaties. Moeten we hier niet wat mee? Moeten we hier niet een stap in zetten en dit zichtbaar gaan maken, ondersteunen, zodat we het ook kunnen versnellen? Zeg maar. Zodat we ook netwerken. Meer naar elkaar toe kunnen trekken, zodat sneller resultaat geboekt wordt, enzovoort. Wat ik geloof, is dat we niet het een of het ander moeten kiezen, maar beide. Dus er is gewoon een deel van de organisatie wat procesmatig is. En er is een heel groot deel van de organisatie die is meer genetwerkt. Dus communities, intern dan wel extern. Het is mijn ervaring, ik ben benieuwd of jullie dat herkennen, hè, maar social business initiatieven, die zijn alleen succesvol, even mijn scherpe stelling, als je deze werkelijkheid in ogenschouw neemt. Wat je vaak ziet, is dat social business initiatieven puur gaan over netwerken en totaal niets te maken hebben met de kern van de organisatie. Dat is even mijn stelling. De social business initiatieven, die zijn vaak in het isolement ergens, worden die gestart en sterven daar ook vaak. 9 van de 10 Yammer-implementaties, dat microblogging-platform, die mislukken, onder andere, en ik denk ook met name om deze reden, is dat wat ze met Yammer willen in de organisatie, prachtig dat je daarmee gaat experimenteren, heel goed, maar dat is niet nagedacht over hoe Yammer nou echt de kern van de organisatie of van het netwerk van organisaties ondersteunt, versterkt en verder helpt. Oftewel, het is volgens mij ontzettend belangrijk dat dus de volledige realiteit van een organisatie, het procesmatige kant en ook de netwerkkant, dat je die adresseert. Oftewel, als je bezig gaat met een social intranet of met een blogplatform of wat dan ook, hoe relateert dat aan de bedrijfsdoelstellingen die je hebt en aan de bedrijfsprocessen en die systemen die dat ondersteunt? Als het daar geen relatie mee heeft, kan ik je zeggen dat in 9 van de 10 gevallen mislukt het. Dus dan sterft het uit. En dus ik zeg dat ook gewoon feitelijk op basis van de praktijk. Dus wij helpen organisaties ermee. Dus 9 van de 10 gevallen die ik langs krijg, dus waar bedrijven zeggen van wij zijn ermee gestart, maar we komen niet verder, heeft hiermee te maken. Dus gewoon niet nadenken over van, hey, dat netwerken, dat is prachtig. Zeg maar, het moet echt wat toevoegen aan de kern van de organisatie. Plus, wat ook heel erg helpt door dit plaatje zeg maar, ook echt serieus te nemen, is topmanagers, dus of de bazen, zeg maar, die vinden dit over het algemeen een beetje onzin. Die focussen al hun tijd op die netwerken. Dus als je die relatie niet kunt leggen met die processen zeg maar, in de organisatie, dan heb je hun aandacht ook vaak niet. Dan zeggen ze, ja, maar wat voegt het dan toe aan de manier waarop wij zaken doen? Nou, als je daar dan geen antwoord op hebt, dus behalve dan we communiceren meer of wat dan ook, dus dan weet je zeker dat je weer onderaan het lijstje komt van hun acties. Nogmaals benadruk ik ook, van als het gaat over social business, gaat het dus dan ook over, ja, je zou kunnen zeggen, een menselijke laag toevoegen aan die kernprocessen in organisaties. Dus dat we dus ook echt kijken naar van, hey, er zijn processen in de organisatie, maar dat is maar een deel van de werkelijkheid, er gebeurt veel meer in de organisatie. En kunnen we die twee werelden in relatie brengen tot elkaar? Samuel, ja. Kun je een voorbeeld nemen van zo'n kernproces? Ja, kernproces is bijvoorbeeld productontwikkeling. Ik zal daar zo ook een voorbeeld aan geven aan het eind. Van een fabriek bijvoorbeeld, waar we dit gedaan hebben.
Nou, je kan je voorstellen, een fabriek is een hele gestructureerde, zeer procesmatige omgeving, hè, dus stapjes. Maar wat je dus ziet als je goed naar fabrieken kijkt bijvoorbeeld, is dat daar veel meer omheen gebeurt dan in zo'n formeel proces gevangen kan worden. De vraag is, van wat doe je met wat daar omheen gebeurt in die fabriek? Ik zal er zo aan het eind ook even op terugkomen. Andere processen zijn verkoopproces. Marketingprocessen. De manier waarop wij in het verleden dachten over marketing was ook gewoon, nou, je doet eerst dit, dan dat, dan dat, dan dat. En dan weet iedereen dat jouw product er is of zo. We zijn erachter van, ja, dat, zo werkt dat niet. Dat wisten we eigenlijk al veel langer. In die zin is social business niet nieuw. Alleen we hebben wel allerlei nieuwe middelen gekregen waardoor we dat weten, zeg maar, waardoor dat onderstreept wordt. Nou, innovatie werd ook altijd als een stapsgewijs proces aangevoerd. Je doet wat onderzoek en dan definieer je op een gegeven moment een project. En uit dat project dan definieer je een aantal stappen en dan rolt dan een nieuw product uit die je in de markt kan zetten. Nou, in de praktijk werkt het helemaal niet zo. Dus is dat veel meer een genetwerkt, geloopt proces met allerlei iteraties. En dus krijg je ook managementmethodes als Lean en zo. Dus een Agile Scrum. Die methodes zijn ook al veel ouder. Alleen, we leren nu steeds meer dat dat veel meer past bij de werkelijkheid dan we dachten. Maar ik kom zo ook even voor op een case ook aan het eind. Een andere benadering ook van social business die te weinig zie is, en daarom noem ik hem ook, is dat je dus ook echt nadenkt over netwerken en hoe netwerken in elkaar zitten en hoe netwerken werken. En dit onderzoek bijvoorbeeld, waar dit op gebaseerd is, dat staat er rechts onderaan, de kracht van zwakke verbindingen. Dat is een sociologisch onderzoek uit de jaren 60. Ook weer, social business is echt niet heel erg nieuw. Alleen wel vernieuwend in de zin van dat we daar weer aandacht voor krijgen. En die vent die heeft onderzocht zeg maar, hoe netwerken in organisaties en tussen organisaties werken. Gewoon op basis van met pen en papier. Dus de netwerken binnen organisaties tekenen. Wie heeft dus een relatie met wie en wat doet hij met wie. En hoe zit het met over de grenzen van de organisaties heen. En een van de dingen waar die achter kwam, is dat je eigenlijk drie soorten verbindingen hebt in netwerken. Dus je hebt sterke verbindingen, zwakke verbindingen en potentiële, mogelijke verbindingen. Nou, de reden waarom ik dit aanhaal is dan ook om je uit te dagen in je kleine organisatie of een grote organisatie waar je zit, ook eens op die manier naar netwerken te kijken. En dus ook de tools die je daarbij kiest, ook daarbij aan te laten sluiten. Want er zijn gewoon bepaalde tools, die zijn heel geschikt voor bepaald soort verbindingen, om die te versterken en te bewerken. En totaal niet voor anderen, bijvoorbeeld. Ik wil niet zeggen dat het heel zwart-wit ligt, hè, dus, maar even scherp gezegd is dit de verdeling. Samen wel, gaat dit model vanaf een bepaalde grootte van organisatie? Dat is een hele goede vraag. Dus als het gaat over netwerktheorie, dus over sociale wereld, hoe zitten netwerken in elkaar, dan kijk je eigenlijk niet naar de grenzen van een organisatie. Dan kijk je gewoon naar hoe mensen met elkaar samenwerken. En die is nooit begrensd geweest door de grenzen van een organisatie. Dus altijd over de grenzen van organisaties heen. Dus als het gaat over goed sociale netwerkanalyse, dan zie je dat men zich niet beperkt tot een organisatie of tot een afdeling of tot een team bijvoorbeeld, maar dat men kijkt van hoe is dat team ingebed in de rest van de organisatie en uiteindelijk in de rest van de wereld. Maar als je kijkt naar die netwerken, dan kun je wel verschillen zien, is dat je ziet dat mensen vaak maar met 10, 15 mensen een sterke verbinding hebben. Dat zijn meestal goede vrienden, close collega's en familieleden. Als het gaat over zwakke verbindingen, die heb je ongeveer met 100, 150 mensen. En wat daarmee bedoeld wordt, is dat je van ongeveer 100, 150 mensen weet van, oh, dat is die en die, en die kan ongeveer dat en dat, en die zit in dat deel van de organisatie of in dat deel van de wereld. Het heet Dunbar-nummer, daar is heel veel onderzoek naar gedaan. En het blijkt dat je dus die 100, 150 mensen, dat ongeveer het bevattingsvermogen is van wat je in je hoofd kunt handelen.
Dus je kan niet veel meer mensen kennen dan dat. Dus mensen die dus 1000 mensen volgen op Twitter, ik ook, dus die kennen die mensen helemaal niet. Ze volgen ze. En dat is een heel ander verhaal dan dus kennen. Nou, en binnen organisaties is dat nog belangrijker. En er zijn organisaties die dus om die reden, misschien hebben jullie wel eens van de Eckhart Notes gehoord, dat is ook een wat ouder boek voor het social media tijdperk. Die vent, die zei, als een organisatie groter wordt dan 100 of 150 mensen, dan splits ik. Dan deel ik hem gewoon door tweeën. Want als het groter wordt dan die organisatie, het groter wordt dan dat aantal in een netwerk, wordt een organisatie inefficiënt. Dus ik deel het op en ik maak er een zelfstandige eenheid van. Nou, dus als je kijkt naar organisaties, grote organisaties, gemeente Groningen bijvoorbeeld, wat net genoemd werd, is het heel erg interessant om te kijken van ja, hoe lopen die netwerken nou binnen organisaties en hoe ondersteunen we die netwerken, zodat er een verbinding is tussen deze sterke en zwakke en tussen de zwakke en de potential ties. Want wat blijkt uiteindelijk, is ook op basis van onderzoek van deze vent toen al, maar dat is eigenlijk opnieuw bekrachtigd door middel van, ja, dus we kunnen in technologie kunnen we nu laten zien dat het zo is, is dat op de grens van die verbindingen, van die tussen zwak en sterk en zwak en potential, daar zit de flexibiliteit van organisaties en de innovatieve kracht van organisaties. Als we die verbindingen op een goede manier weten zichtbaar te maken en te faciliteren, heb je dus kans op dus snellere reactie op wat er gebeurt in de markt en dus ook eerdere innovaties. En wat je ziet in veel grote organisaties is dat daar totaal geen aandacht voor is. Dan zie je dat feitelijk dat er wordt gezegd is van nou ja, dat is eigenlijk gewoon één soort verbinding. En dat is de collegiale relatie of zoiets. En dat is het dan. Het verschil in soorten verbindingen, daar is geen aandacht voor. En dus worden mensen onterecht bijvoorbeeld uit elkaar getrokken, terwijl ze juist dicht tegen elkaar aan zouden moeten zitten. Nou, en als je kijkt naar systemen, er is me ook gevraagd om iets over verschillende social business systemen te zeggen, of interne social technologieën. Nou, de meeste van jullie kennen die denk ik wel. Ik heb ze even hier aan gerelateerd. Het blijkt dat bijvoorbeeld de wikis, dat die heel goed zijn als je dus in een hecht team werkt. Nou, dan wordt er natuurlijk meteen gezegd van ja, maar in Wikipedia dan? Nou, ook daar is onderzoek naar gedaan dat het lijkt alsof iedereen maar met iedereen samenwerkt op Wikipedia. Maar in de praktijk blijkt dat mensen die elkaar goed kennen, en dat kan ook best via het internet zijn, dat die samenwerken aan topics. Die mensen weten elkaar te vinden. En die werken aan een entry binnen Wikipedia. En mensen die elkaar niet goed kennen, ik heb het zelf ook wel eens een keer gedaan, ik weet niet of jullie wel eens entries in Wikipedia hebben gedaan, geprobeerd om dus iets te wijzigen wat ja, van zo'n sterk groepje is, het lukt je bijna niet. Nou, dat kun je zeggen, dat is vervelend, maar zo is het nou eenmaal. Dus dan moeten we ook andere wegen zoeken om ja, daarnaast met een ander sterk clubje, bijvoorbeeld die club, te beïnvloeden. Microblogging-platformen, zoals Yammer bijvoorbeeld, die zijn fantastisch om de zwakke verbindingen in organisaties om die zichtbaar te maken en om die te ondersteunen. En jullie hebben vast ook allemaal op Twitter wel eens meegemaakt dat je een vraag stelt en opeens van iemand die je totaal niet kent een reactie krijgt. Nou, dat is een voorbeeld van een weak of een potential tie. Is dat iemand uit jouw netwerk of zelfs daarbuiten reageert terwijl je dat totaal niet verwacht had. Nou, en dat is binnen organisaties ook weer een potentiële facilitator van innovatie. Binnen de organisatie waar ik gewerkt heb, OC bijvoorbeeld, zijn de relaties gelegd met onderdelen van de organisatie, waarvan werd gezegd, wij kenden elkaar niet, we wisten niet dat we met exact dezelfde dingen bezig waren, we hebben die dingen samengevoegd en we hebben daar een veel beter product of dienst van gemaakt bijvoorbeeld. Dat soort dingen kun je daar dan perfect mee faciliteren. Nou, en blogs is typisch iets waar potential ties. Wat blijkt is dat blogs ook op de manier waarop ze vormgegeven zijn. Als je blogt, zul je dat ook denk ik wel ervaren. Daar kom je dus mensen tegen. Dus uiteraard weet
Dus je vrienden en collega's die weten ervan. Dus oftewel, het is niet zo dat het alleen voor potential ties is. Maar een blog is een perfect platform om dus nieuwe contacten op te doen. Om die op een gegeven moment meer naar je toe te trekken. Dus dat je daar een weak tie van maakt dan wel eventueel een strong tie van maakt. Want dit is ook constant in beweging. Dus strong tie is, je hebt een vriendje. Een vriendje gaat uit. Nou, dan komt hij misschien in je weak cirkel terecht. En misschien uiteindelijk duw je hem wel helemaal daarbuiten. Heel praktisch voorbeeld van hoe dit werkt. Dus oftewel, dit is constant in beweging. Ook in organisaties. Waar past social business? Wat je ziet, helaas. En dat is ook een van de dingen waar ik hoop dat we wat overheen gaan komen. Wat je ook langzamerhand wel een beetje ziet. Dus er wordt heel veel gesproken over van wie is social media extern, dus binnen organisaties, of intern. Dan wordt er natuurlijk al snel gekeken naar communicatie, want die hebben de website. En social media, dat is een soort extraatje bovenop de website. Nou, doen jullie het maar. En dat is prachtig, dat kan best een goed startpunt zijn. En tegelijkertijd zie je vaak dat het bij communicatie stopt en eindigt dan. Tenzij men het begrijpt. En een van de dingen die je ziet bij succesvolle organisaties is dat communicatie het prima vindt om het te pakken. Maar op een gegeven moment zegt ze van dan moeten wij op een totaal andere manier ons gaan organiseren en gaan nadenken. En dan moeten we kijken naar de andere onderdelen van de organisatie en ervoor zorgen dat het daar landt. Dat het daarbij aansluit. En dat slaat ook weer een beetje terug op dat processen-netwerken verhaal. Communicatie is een ondersteunend onderdeel van de organisatie om de rest van de organisatie te helpen bij het doen van hun business. Nou, dat geldt hier ook heel sterk. Ik wil niet zeggen dat het niet bij communicatie mag liggen, maar de uitdaging hier is van kijk ook naar andere onderdelen van de organisatie en probeer die social business initiatieven, of dat nou meer aan de organisatorisch-culturele kant zit of meer aan de technologiekant, probeer die te laten landen, bijvoorbeeld bij product- en dienstenontwikkeling in een organisatie. Want wat blijkt in de praktijk, is dat dit is heel moeilijk te meten ook. Ervaren jullie ook wel. Dan ga je social media gebruiken en dan zegt het hoge management van ja, nu zijn jullie meer tijd aan het besteden aan Twitter en Facebook of intern Yammer. Maar wat levert dat nou op? Nou, dat is ook best lastig, daar zal ik zo ook nog wat over vertellen. Het is ook best lastig om te meten. Tegelijkertijd blijkt uit de praktijk dat als je dus bijvoorbeeld aanhaakt bij product- en dienstenontwikkeling, dat je vaak heel snel kunt laten zien wat het oplevert. Daar is het concreet te maken, veel concreter dan bijvoorbeeld in de communicatie- en marketinghoek. Nou, als jullie daar niet mee eens zijn, dan hoor ik dat zo graag. Even kijken, hoeveel minuten heb ik nog? 5 of zo? Zoiets. Oké. Maar mag je wel een uur doorgaan? Oh, dan komt Max niet meer aan de beurt. En dan hebben we straks ook geen borrel. Wat levert social business op? Wat is de waarde van social business? Nou, ik heb hier gewoon even op een rijtje gezet, zeg maar, wat getallen. Er zijn allerlei onderzoeken gedaan in de afgelopen jaren. Er wordt ook steeds meer gelukkig wordt dat gedaan. En we hebben een hele tijd ook gewoon eigenlijk niet geweten wat het oplevert binnen organisaties om dit te doen. Nou, de afgelopen tijd komen er steeds meer onderzoeken boven die dus dat proberen hard te maken. Die proberen te zeggen van het levert je zoveel op. Als je zoveel investeert, dan krijg je zoveel terug. Tegelijkertijd, ik weet niet hoe jullie naar dit soort getallen kijken. Dit kun je natuurlijk perfect gebruiken als je probeert het intern te verkopen binnen een organisatie. Of als je als ZZP'er voor een organisatie werkt. Dan kijk, dit levert het bij andere organisaties op. Tegelijkertijd denk ik ook altijd van, ja, wat zegt dit nou eigenlijk echt? Als bij IBM dit opgeleverd heeft, betekent dat dan ook bij de belastingdiensten, waar Max voor werkt, of bij de gemeente Groningen, waar jullie bezig zijn, dat het dat dan ook op gaat leveren? Nee, helaas werkt dat niet zo. Dat wil niet zeggen dat dit soort onderzoeken zinloos zijn. Het geeft een indicatie van, hier zit wel degelijk waarde en potentie. Maar het zijn ook maar getallen, om het maar even zo te zeggen. Nou, en die laatste zin met uitroepteken, daar ligt voor mij de grote uitdaging van social business. Max zal daar ook zo wat over vertellen. Is wij zijn heel erg opgevoed, naast het procesmatige denken en zo,
zijn wij heel erg opgevoed om business cases op te stellen. He, dus ze moeten hard zijn. Ze moeten, er moet geen speld tussen te krijgen zijn. Nou, ik denk ook dat we inmiddels wel geleerd hebben dat die harde, zogenaamd harde business cases niet zo heel erg hard zijn. He, dus dat daar vrij makkelijk ook vaak gaten in te schieten zijn. Maar je hebt ook een ander soort meten. En dat noem ik even de zachte kant van meten. En dat is het vertellen van verhalen aan elkaar. He, dus dat is vertellen van, wij zijn een poging aan het doen binnen een organisatie om een bepaald platform uit te rollen. Dat willen we graag proberen gedurende een bepaalde tijd. En uit dat platform, daar trekken wij verhalen uit die de waarde van dat platform aantonen. He, dus eigenlijk waardebepaling achteraf. En mijn ervaring is dat dat ook steeds meer geaccepteerd wordt bij organisaties. Dat steeds meer managers, beslissers zeggen van dat mag. Je mag een tijdje experimenteren omdat je denkt dat daar wat zit. Het is een goed verhaal. Nou, laat maar eens zien of dat ook echt een goed verhaal is. Dus door uiteindelijk de waarde achteraf te bepalen. En mijn ervaring is dus ook dat die verhalen vaak veel overtuigender zijn dan een business case. Een business case hebben mensen altijd de neiging om over cijfertjes te gaan praten. En klopt dat dan wel? En we kunnen ook niet heel makkelijk meten als je zegt een productiviteitsverbetering van 20% tot 25%. Ja, dan kun je ook niet makkelijk meten hoe dat zou zijn zonder dat we dat platform zouden hebben. Dus dan krijg je verhalen als, wij hadden een microblogging platform. En door het microblogging platform zijn twee mensen met elkaar in contact gekomen die elkaar niet kenden. En daardoor hebben ze een nieuw product of dienst bedacht, hebben ze ontwikkeld, in de markt gezet en dat heeft 1 miljoen euro opgeleverd. Ik noem maar wat. Dat verhaal is mijn ervaring, dat doet het vele, vele malen beter dan een of andere business case vooraf die je feitelijk toch niet echt kunt bewijzen. En dat verhaal is ook geen, daar is ook geen gat in te schieten, want dat is gewoon, zo is het gegaan. En die waarde die is opgehaald daaruit. En mijn ervaring is met managers is dat ze zeggen van, hey, dat is interessant. Kunnen we dat nog een keer doen en nog een keer doen? Want dan, genereert dat platform ook echt duurzaam waarde. Ten slotte nog een voorbeeld. Waar het een en ander wat ik verteld heb bij elkaar komt. Ik heb slechts één plaatje daarbij. Dit is een plaatje van een fabriek bij OC. Dus zoals gezegd, daar heb ik gewerkt. Het is een van de laatste projecten die ik heb gedaan daar. En ik ben ook nog een tijdje vanuit een topic daarmee bezig geweest. Dit is een chemische fabriek. Dat kun je wel een beetje zien. Dus hier mogen alleen hele gespecialiseerde mensen in. Dat zijn over het algemeen niet heel hoog opgeleide mensen, maar wel zeer gespecialiseerd. Dat is stofvrij en daar worden bepaalde chemische producten gemaakt. Het is een zeer gereguleerde, zeer strak georganiseerde organisatie. Zeer procesmatig ingericht. Dus er zit een bepaald systeem onder, een manufacturing execution systeem. Dat mag je vergeten, maar dat is een systeem om een fabriek te ondersteunen. Dat ding kost gewoon uit de doos 200.000 euro. Daar heb je nog niks ermee gedaan. Dan moet je hem nog helemaal inrichten. Daarnaast hebben ze natuurlijk eindeloos nagedacht over hoe die fabriek nou helemaal ingericht moet worden. Nou, dat blijkt, zoals ze dat gedaan hebben, dat zijn een aantal stappen die je doorloopt. En op een gegeven moment komt daar een chemisch product uit. En die producten die zijn, dat is de core van de OC-business, kan ik je zeggen. Het zijn zeer dure producten. Dus wat je daar rechts ziet is eigenlijk een beeldbuis. Is ding waarmee een printer beeld zet op papier, zeg maar. En hoe dat werkt, dus het moet zeer nauwkeurig functioneren, wil daar iets goeds uitkomen. Er was een manager op deze fabriek, die kwam nooit in die fabriek. Die keek alleen maar door het raam hoe dat ging daar binnen. Daartussen zaten teamleiders. Die teamleiders die kwamen wel eens in de fabriek en die praten natuurlijk met deze lui, maar die waren vooral verantwoordelijk voor de planning en voor het feit dat deze gasten werkten conform afspraak. Want eens in de zoveel tijd kwam er een mannetje binnen, een zogenaamde auditor, en die kwam controleren of alles wel conform de afspraak werkte. Of ze wel werkten volgens dus de veiligheidsprotocollen en dergelijke. Nou, wat er dan gebeurde is, er werd altijd een halve dag voor het event kwam, er werd er altijd alles schoongemaakt en er werd er heel hard gewerkt om even weer een dag conform die veiligheidsafspraak en die procedures om zo te gaan werken. Nou, dan werkte men zo
En daarna ging men weer over tot de orde van de dag. Plus wat ze ook aan het doen waren, en daar zie je, ze waren daar bezig om deze gasten binnen de fabriek, om daar zelfsturende teams van te maken. Dus zie je ook, dat heeft al even niks met technologie te maken. Ze waren bezig om de besluitvaardigheden en besluiten lager in de organisatie te leggen. Te zeggen, deze gasten die zitten de hele dag in de fabriek, die moeten gewoon zelf beslissingen kunnen nemen over ja, wat beter of wat beter werkt. Maar een van die dingen waar die manager dus tegenaan liep, is die zei van ja, er zijn allerlei dingen die gebeuren in die fabriek en daar weet ik helemaal niets van. Het is zo dat er in een groepje van die mannen dus, is dat die weten van als ze aan een bepaalde machine zitten, dat ze volgens het protocol moeten dat ding op 5 zetten. Maar wat ze doen is ze zetten het ding altijd op 5,5. Want dan draait die machine lekker. Hij zei, ik wil weten hoe dat komt. Ik zei, ik snap niet hoe dat komt. Hij zei van, en omdat ik niet weet hoe dat komt, krijgen we ook altijd gedonder met die auditors. Want daar staat in dat boek dat het 5 moet zijn. Nou, wat hij toen op een gegeven moment, is met dat soort problemen kwam hij toen bij me. Hij zei, kunnen wij niet iets verzinnen om ervoor te zorgen dat die gasten binnen zo'n team en ook tussen die teams, dat die op een andere manier met elkaar samen gaan werken en dat die elkaar dus op een andere manier met elkaar gaan communiceren. Los van dus maar dat zelfsturende teamproject wat ook gaande was. Of los van, daarmee daar parallel aan. Nou, wat we toen op een gegeven moment hebben gezegd, is van, nou ja, dan ga ik gewoon eens praten met een aantal van die gasten. En waar we achter kwamen, om een lang verhaal kort te maken, is dat naast die processen er ontzettend veel gebeurde in die netwerken daaromheen die ervoor zorgden dat die fabriek draaiende bleef. Je zou kunnen zeggen dat die volledig afhankelijk waren van die netwerken. Als die netwerken er niet waren, zou die fabriek gewoon per omgaande zou die stoppen. Maar de vraag was, hoe kunnen we dat nou zichtbaar maken? Hoe kunnen we nou ervoor zorgen dat wat daar gebeurt, dat dat ondersteund wordt? En dat dat zichtbaar wordt gemaakt ook voor de mensen die buiten de fabriek zijn. Nou, wat we daar gedaan hebben, het platform werd al net genoemd, het is Yammer. We hebben daar toen een microblogging platform uitgerold. En we hebben gezegd, er is zo'n soort platform. En zou dit niet wat zijn om het werk wat binnen die fabriek gebeurt, naast de formele processen die er zijn en het formele systeem er is, ook te ondersteunen met zo'n microblogging platform. En het grappige is, waar ik bij hoogopgeleide mensen altijd de reactie krijg van, ik heb het al zo druk met mijn mail. En dan moet ik dit ook nog eens een keer erbij gaan doen. En ik snap het platform niet en ik wil het niet gebruiken. Want ja, dan wordt mijn kennis opeens door iemand anders afgepakt. Deze gasten die zagen het, die wisten niet dat het bestond. En die zeiden, hier met het ding. We gaan het gebruiken. Nou, en ik rond af. Dus wat de conclusie was uiteindelijk. Dus de resultaten, we hebben dit een tijdje natuurlijk laten lopen. En wat je zag is dat de expertise van deze gasten op de vloer opeens super zichtbaar werd. En dat ze meer gewaardeerd werden dan ooit tevoren. Die manager die kon opeens zien dat die gasten enorm veel toevoegen aan het proces, aan het fabrieksproces. De doorlooptijd van dit, dus van het ontwikkeltraject, van het maken van deze producten, die werd met 10% werd die verminderd. En de kwaliteit van het product die ging enorm omhoog. Ik mag helaas niet zeggen precies hoeveel, want het is bijna intellectual property, omdat dit ze hevig op geconcurreerd. Maar het is een enorme verbetering in kwaliteit en doorlooptijd. En doorlooptijd bij hun is meer producten buiten zetten. En dit soort producten die zijn ontzettend duur. Dus die kosten duizenden euro's om één zo'n ding te maken. Nou, hoe meer je van die dingen weg kunt zetten, hoe rijker je wordt. Dus dat tenslotte als voorbeeld, waar ik hoop ook dat een beetje een aantal van die dingen die ik noemde bij elkaar komen en hopelijk ook wat concreter worden. Ten slotte, hartelijk dank voor jullie aandacht. Ik ben heel benieuwd naar jullie vragen en opmerkingen. Er zijn 3 boeken die ik jullie aan kan raden als je ze al niet gelezen hebt. Deze 3 boeken zijn dé boeken wat mij betreft op het gebied van social business. Ontzettend leuke boeken om te lezen. Dit zijn de Engelse varianten. Ik lees het altijd in het Engels, sorry. Er zijn ook Nederlandse vertalingen van. Die rechtsboven is zelfs gratis op internet te lezen. Hartstikke interessant. En rechtsboven dat boek is in 1999 geschreven. En dat gaat over de dingen waar we het met elkaar vanavond over hebben. En hopelijk ook de komende tijd. Dank jullie wel.
Oké, interessant. Iemand een vraag voor Samuel? Nee? Ja, oh, jammer. Ja. Goed. Top. Ja. Ja, die bij OC gingen ze dus microbloggen gebruiken. Maar bedoel je dan dat medewerkers als het ware gingen melden wat ze aan het doen waren, wat voor problemen ze tegenkwamen, dat anderen dan reageren, hoe ze dat kunnen oplossen? Dus een beetje intranet, intern twitteren. Zo moet ik het bekijken. Ja, ik ben... Doet hij het? Ja. Ja. Je bent een beetje inderdaad misschien een beetje te kort op de bocht geweest met die, dus met het uitleggen van die case. Maar het was inderdaad, wat je zag gebeuren, is dat die gasten, dus mondeling, maar met name ook via schriftjes en dergelijke, en ook via de mail, allerlei dingen communiceerden binnen die teams. En die teams die werkten in shifts, 24 uur shifts. Maar die teams die communiceerden niet dus verder in de lijn. En die communiceerden al helemaal niet met hun teamleiders en met hun managers. Dus de vraag was van hoe kunnen we ervoor zorgen dat wat er in die teams gebeurt, hoe dat zichtbaar wordt en beter ondersteund wordt. Want dat werd eigenlijk heel slecht ondersteund door mail en door dat schriftje wat ze hadden. Want in dat schriftje stond, beste volgende ploeg, zet hem niet op 5, maar op 5,5. Terwijl dat eigenlijk in die formele systemen terecht moet komen. En met het feit dat dat zichtbaar werd in zo'n microblogging platform, kon bijvoorbeeld een teamleider naar dat formele systeem gaan en zeggen van nou, dan pas ik het aan. Wat overigens ook gebeurde is dat de mensen dingen verkeerd deden. Dat ze hem echt niet op 5,5 moesten zetten, maar op 5, omdat er anders verderop in de lijn problemen waren. Maar doordat dat gecommuniceerd werd, konden ze verderop in de lijn ook snappen van oh ja, ik snap wel hoe dat komt. Dus het was ook een leercyclus eigenlijk. Want men vond het eigenlijk helemaal niet erg dat men gewoon zelf iets ging corrigeren in een systeem. Als het maar expliciet werd, dat men dat deed, met de reden erbij, zodat men ook kon doorberekenen van, is dit eigenlijk wel een goede een goede actie voor de hele keten, bijvoorbeeld. Mensen kijken gewoon naar hun stukje van de keten. Dankjewel. Liekle had volgens mij nog een vraag. Wacht, loop ik even met de microfoon en dan loop ik weer terug. Dit lijkt een beetje op, hoe heet het, van vroeger ook alweer, met zo'n microfoon en dan... Nog even voor mijn begrip. Je hebt het over social business. Ik begrijp dat social business wat jou betreft vooral dus de vermakkelijking van kennisuitwisseling binnen de organisatie betekent. Of even de herhaling van de vraag, hè? Of dus social business volgens de definitie van Samuel vooral intern kennisdelen betreft. Nee, dus dat is een onderdeel daarvan. Het is een concretisering daarvan. Voor mij gaat het echt over dus business met op een menselijke manier, menselijke maat. Een van de dingen die je bijvoorbeeld ook in het laatste voorbeeld ziet, is dat de expertise van die gasten die daar op de vloer bezig waren, feitelijk niet werd gewaardeerd. Hun meedenken en hun specialistische kennis om het product te verbeteren en uiteindelijk het proces ook te verbeteren. Dus wat het verschil daar maakt, is dat we verder gaan kijken dan die processen en de ondersteunende systemen. Maar dat we zeggen van, welke mensen zitten daar eigenlijk achter? We hebben uiteindelijk, het staat of valt met die gasten die dus aan de knoppen draaien. En dat ondersteund wordt dus door een procedure, dan wel een procesmatig systeem, is prachtig. Wat die gasten doen is eigenlijk het allerbelangrijkste. En kunnen we dat op een of andere manier zichtbaar maken? En ook versnellen ook. Dus dat is denk ik ook het mooie van die nieuwe platformen. Je zou een hele hoop van die dingen zonder microblogging kunnen doen door bijvoorbeeld het schriftje te pakken waar ik het net over had. En met dat schriftje gewoon langs die verschillende hubs te lopen en zeggen, lees het allemaal, lees het, lees het. Maar ja, die gasten werken 24/7, dus dat gaat niet. Dus je hebt iets nodig, ook aan de technologiekant, om ervoor te zorgen dat kan. Maar het gaat met name om die menselijke maat, die focus. Dat je echt nadenkt over van, hoe kunnen we die mensen die in de praktijk hier bijvoorbeeld in deze fabriek of op een ander vlak in de organisatie bezig, hoe kunnen we die op de best mogelijke manier ondersteunen om hun werk te kunnen doen? En voor een deel is dat procesmatig, maar voor een heel groot deel is dat absoluut niet procesmatig. Om dat voorbeeld weer te pakken. Oké, dankjewel voor je antwoord. Jongens, gezien de tijd
Nogmaals even applaus voor Samuel. Max Verbong wil ik even het woord geven. Even mijn eigen presentatie weer terugzoeken. Kijk. Goedenavond allemaal, de Social Media Club Groningen. Ik moest nog een kleine 10 kilometer verder rijden dan Samuel. Terwijl ik kom uit een heel klein plaatsje ten zuiden van Nijmegen, Heumen. En het eerste wat ik wil doen is eigenlijk heel kort vertellen van... nou, wat laat mijn hart nou sneller kloppen? Want dat is heel belangrijk op het moment dat je met social aan de slag gaat. Dan moet je weten van de andere partij waarvan dat hart sneller gaat kloppen. Nou, bij mij is dat eigenlijk heel eenvoudig. Ik ben enorm gepassioneerd met Amerikaanse auto's en sportauto's. Dus wat werd het voor mij? Een oude 77 Corvette die ik redelijk wat heb moeten opknappen. Of eigenlijk nog steeds aan het opknappen ben. En nu zijn we aan het wachten op lekker weer zoals vandaag. Dus eigenlijk toen ik deze kant op reed vandaag, had ik gedacht van, zat ik nou maar in die witte Corvette in plaats van in die Toyota die me keurig van A naar B brengt. Want dat was het eigenlijk voor het eerst dit jaar echt lekker weer voor. Daarnaast heb ik een enorme passie voor muziek. Altijd en overal staat er bij mij eigenlijk muziek aan. Ik ga graag naar concerten toe. En ik probeer ook een beetje basgitaar te spelen. Nog niet heel succesvol, doe ik pas een paar jaartjes. Maar dat komt vanzelf en ik heb er een hoop lol in. En dat is voor mij heel belangrijk. Dus dat laat mijn hart sneller kloppen. En dat is heel makkelijk als je met mij contact wil leggen. Dus dat gaan we ook terugzien in andere delen van de presentatie. Want het gaat over sociaal samenwerken met elkaar. In een social business. En nou moet ik natuurlijk dit ding weer aanzetten. Kijk, want wij zijn als mens, zijn wij sociaal. En dat komt eigenlijk al van heel ver terug. Helemaal, ik ga nog veel verder terug dan Samuel. Toen we in het stenen tijdperk aan jagen waren, kwamen we er al gauw achter dat als we met z'n allen gaan jagen, met een groep gaan jagen of met een tribe, dat je dan meer gaat vangen. Meer kans maakt ook om iets te vangen en dus beter kunt eten. Dus heel lang terug zijn we erachter gekomen dat samenwerken, kennis delen, van als jij nou, je kunt hard lopen als jij die beest gaat opdrijven en ik kan goed met die speer gooien, dan zorg ik dat ik dat beest ga vangen, dan hebben we vanavond goed te eten. Nou, op die manier hebben we heel lang leren samenwerken. En we zijn nog steeds hartstikke sociaal. We zitten samen op een terrasje, we delen van alles over ons privéleven met elkaar. We doen dat op de sportclub, we doen dat inderdaad, op allerlei plekken, zelfs op het werk, alleen heel vaak niet over het werk. Het voorbeeld wat Samuel net aanhaalde van bij OC, daar zie je dat ze uitstekend met elkaar samenwerkten. Ze weten misschien heel veel van elkaar, dat zijn de mensen die dicht bij elkaar staan. Maar over het werk, de kennis delen en zorgen dat je op de goede plek terechtkomt, ja, dat blijft nog een uitdaging. Dat heeft er ook mee te maken hoe we tijdens onze schooltijd hebben leren werken. We hebben altijd geleerd dat jij moet leren voor een bepaald vak. Voor dat vak krijg je een bepaald cijfer en daarmee ga je uiteindelijk je examen halen en afstuderen. Tegenwoordig zie je al op middelbare scholen en ook op voortgezet onderwijs dat er veel meer wordt gestuurd op samenwerken. Samen opdrachten uitvoeren, samen een einddoel bereiken en daarop afgerekend worden. Dus je ziet eigenlijk dat we weer terugpakken naar het feit dat we het in gezamenlijkheid moeten gaan doen. Nou, dat wordt heel belangrijk voor het werken ook in een social business. Alleen degenen die nu werken in die bedrijven, die hebben nog geleerd dat hun individuele kennis, hun individuele stappen heel belangrijk zijn. Eigenlijk het stukje kennis is macht. En dat is iets waar we weer van af moeten op dit moment. Ik ben vanuit mijn rol bij QBT Expertise, het bedrijf waar ik voor werk, betrokken geweest bij verschillende trajecten. Nou, hier staan er een aantal en dan zie je dat dat heel verschillende type bedrijven zijn. Ik moet zeggen, die rechtse, daar kom ik op vrijdagmiddag het liefst, want daar hebben we altijd een borrel dan. Maar mijn grootste tijd besteed ik momenteel bij de Belastingdienst. Samuel refereerde daar al even aan. Daar ben ik momenteel programmamanager bij het DWB adoptieteam. Nou, DWB staat voor Digitale Werkruimte Belastingdienst. Dat is dus veel breder dan alleen het werken met social software. Dat noemen wij DWB samenwerken. Maar we hebben ook een tak mobiel werken en we hebben een compleet nieuwe werkplek die we gaan neerzetten. Dat hele concept moet
bij de gebruikers terechtkomen. En dat moet op een of andere manier bij meer dan 30.000 medewerkers komen over 10 verschillende diensten. Oftewel, eigenlijk werk je tegelijkertijd voor 10 verschillende bedrijven. En iedereen moet het ook willen gebruiken. Nou, daar begint meteen de eerste uitdaging. Willen mensen het gebruiken? Wat we eerst doen is het bepalen van een punt op de horizon. Waar willen we naartoe? Met elk van die diensten, maar ook met andere bedrijven waarbij we gewerkt hebben, gaan we kijken van, wat is je doel? Wat wil je bereiken? Hoezo wil je een social business worden? Want ja, wat is nou een social business? Samuel toverde net, heel kort achter elkaar, 2, 3 definities daarvan op het scherm. Nou, datzelfde gebeurt ook met andere zaken, zoals het nieuwe werken en dergelijke. We blijven altijd maar om definities heen draaien. Eigenlijk is het heel eenvoudig. We willen gewoon met z'n allen ons werk doen. Dat is onze eerste prioriteit als we op kantoor zijn of bij het bedrijf waar we werken. We willen ons werk doen, we hebben een bepaald einddoel. We moeten in deze week zoveel controles uitvoeren, we moeten zoveel aangiftes doen, we moeten zoveel melkmachines produceren. Dat is wat we aan het doen zijn. En een social business betekent alleen dat we het op een andere manier hetzelfde doel moeten gaan bereiken. Dus het social business moet geen doel op zich worden. Als we het punt op die horizon bepaald hebben, dan gaan we op reis. En die reis, ja, dat is een punt ergens op die horizon, waar we over een jaar of 5 zouden willen zijn. Maar je ziet hier al, de weg die loopt niet recht en de weg gaat over een heuveltje. En dat heuveltje, daar zitten we ongeveer over een half jaar of over een jaar, maar redelijk kort in de tijd. En wat er over dat heuveltje gebeurt, dat kunnen we nu nog niet echt zeggen. Zeker in de social business markt, met de social software, verandert alles continu. Op het moment dat je 3 jaar lang niet bent mee veranderd met wat er in social software gebeurt, dan loop je achter. Jullie zullen dat weten, jullie maken zelf social software. Op het moment dat er nu geen admins in zitten en geen hashtags, dan zeggen ze van ja, nou weet je wat, pak wel een ander pakket, want jullie lopen hopeloos achter. En dan heb ik het over 3 jaar, want dat is een eeuwigheid op dit moment. Over die heuvel hebben we zijweggetjes, hebben we keuzes die we moeten maken en gaan we dat punt op de horizon gaan we weer verschuiven. Dus als het allemaal goed gaat met het werken aan een social business, komen we nooit op het punt aan die horizon, maar gaan we op reis en zullen we daarmee bezig blijven. Maar komen we wel steeds dichterbij bij ons doel, zonder er eigenlijk ooit te komen. Want het blijft veranderen, de wereld blijft veranderen en wij blijven ook veranderen. Het eerste waar we naar gaan kijken met een organisatie is het ecosysteem. We hebben eigenlijk dat opgedeeld in 4 onderdelen. Ten eerste de eigen medewerkers. Natuurlijk enorm belangrijk bij een organisatie. Want als je binnen je eigen organisatie het social niet goed op de kaart hebt staan, zul je vroeg of laat een keer door de mand vallen. Je kunt naar buiten toe net doen alsof je heel erg social bent. Op een gegeven moment val je een keer door de mand. Dan daarnaast de partners, de leveranciers, de bedrijven met wie je samenwerkt. Dat zijn degenen die het dichtst bij jou staan. Als je daarmee beter kunt gaan samenwerken, makkelijker kennis kunt gaan delen en dichter bij elkaar komt te staan, kun je daar heel veel voordeel uit behalen. Dan natuurlijk de klanten. Nou, hier komt een doosje aan, maar klanten op alle verschillende niveaus die je hebt. Bij Lely waren dat melkmachines die bij een boer worden geplaatst. Bij Bavaria is hetgeen die vrijdagavond thuis lekker aan zijn pilsje zit. Bij de Belastingdienst krijg je die mooie blauwe envelop op de mat. Dat is één van de delen waar we van ze kennen. En als laatste krijgen we de hele wereld. Want uiteindelijk is het zo dat de hele wereld een potentiële klant is. Dus je wilt gaan communiceren ver buiten je eigen gebied. En dan krijg je eigenlijk, waar Samuel net had over de strong ties, de weak ties en de potential ties, nou die krijg je daar rechtsonder in het ecosysteem. Wat we doen is eerst bepalen van waarmee gaan we nu als eerste aan de slag. En veelal wordt er gekozen om aan de slag te gaan binnen de eigen organisatie. De Enterprise 2.0 waar we al lang mee bezig waren. Of uiteindelijk nou dan de social business. Maar ook meteen proberen met social media aan de slag te gaan. Dus meteen die klanten proberen te bereiken. En meteen proberen om die potentiële markt te bereiken. Dus daar zie je al meteen een tweestrijd ontstaan. Want je moet intern social zijn om dat extern goed te kunnen gaan neerzetten.
Wat heel belangrijk is om in die interne organisatie aan de slag te gaan, is adoptie. Adoptie is eigenlijk een term die in de afgelopen 4-5 jaar heel sterk is opgekomen. Voordat de recessie begon in 2008 hoorde je bijna niks over adoptie. In 2009 begon het langzaam op te komen. We zeggen wel eens grappend van het is eigenlijk de redder van die IT-afdeling. Die IT-afdeling die maakte software, pakketten. En in dit geval boek dan over social software, maar het kan ook een CRM-pakket zijn of een ander pakket. En dat werd over de muur heen gegooid. Je kon er nog een trainingtje bij krijgen, er zat een handleiding bij. En daarmee moest je het dan maar doen. Dat resulteerde er heel vaak in dat IT-projecten mislukten. Dus werd er op een gegeven moment gezegd van nou, als we nu iets meer aandacht eraan gaan besteden, en dat wordt op dit moment dan adoptie genoemd, dan hebben we meer kans dat die IT-projecten die we daar ter ondersteuning voor bieden, dat die gaan lukken. En dat is op dit moment heel belangrijk, want in een tijd van recessie zijn mislukkende projecten natuurlijk echt not done. Met adoptie hebben we eigenlijk een hele mix van ingrediënten die we dadelijk gaan zien. Ik ga daar gewoon stap voor stap straks doorheen lopen. Daar zul je ook bekende ingrediënten tegenkomen, zoals een training inderdaad. Maar het gaat om het genereren van de juiste mix. Het zorgen dat alles op één plek bij elkaar gaat komen. Wie zou er graag eens een avondje naar een concert gaan van deze volkszanger? Helemaal niemand? Oh, toch nog wel een paar. Nou, kijk. Heel goed. Wie zou ik absoluut niet blij maken met een concertje van deze heer? Nou, dan moet je je nou voorstellen dat je 's morgens op je werk komt en dat jouw baas tegen jou zegt van jullie gaan vanaf nu de hele dag naar Frans Bauer luisteren. Want ik denk dat jullie daar efficiënter en effectiever van gaan werken. Want ik heb dat ergens in een heel mooi onderzoekje gelezen. Nou, wat roept dat op bij de meeste mensen? Een stukje weerstand. Nou, dat is wat we bij adoptie als eerste proberen te voorkomen. Die weerstand, hè, op het moment dat je gaat zeggen van nou, we hebben nu social software voor jullie klaarstaan. Hier is het. Vanaf nu gaan jullie daarmee werken. En hier is de training. Heel veel plezier. En jullie werk moet efficiënter, effectiever worden. En je moet het ook nog een keer leuk vinden. Dat vinden we heel belangrijk, hè, want we zetten de werknemer in het midden neer. Dus het moet leuk zijn. Of tenminste, het mag leuk zijn. Nou, dat levert in veel gevallen dus een bepaalde weerstand op. We gaan dat door allerlei zaken die we dadelijk het voetlicht laten passeren, gaan we proberen om te voorkomen dat mensen in die weerstand gaan schieten. Aan de andere kant hebben we ook een andere weerstand waar we momenteel veel mee te maken hebben. En dan komen we toch weer terug op die recessie. We hebben het over efficiënter en effectiever gaan werken door middel van social software. Maar in de huidige markt zijn mensen dan ook bang voor hun eigen baan. Komen we weer terug op die kennis is macht. Ik weet alles over dit proces. Als ik dat ga delen, als ik dat ga noteren zoals het bij OC gedaan werd, dan kan het ook zijn dat ik dadelijk overbodig word. En als ik overbodig word, dan sta ik dadelijk op straat en dan kan ik zo'n mooi petje opzetten. En dan kan ik bij het UWV langs. Dus dat zijn allemaal zaken waar je rekening mee moet houden op het moment dat je een adoptietraject gaat inzetten. Als we een adoptietraject inzetten, dan gaan we als eerste kijken naar een stukje branding. We zetten een stuk social software neer. Nou, Jammer of de software van Embrace, of we pakken software van IBM of van Google. Maar het is altijd een stukje software en er zit altijd een merknaampje aan. En die merknaam die gaat een heleboel discussie opleveren binnen een organisatie. Ja, we gebruiken Jammer, maar ik zou veel liever Socialcast gebruiken, want dat gebruiken ze bijvoorbeeld bij Philips en daar hebben ze heel goede ervaringen mee. En ik heb gehoord van mijn buurman dat we dat moeten doen. Nou, branding doe je om twee dingen. Ten eerste om een stuk discussie te voorkomen over de onderliggende software, want we willen helemaal niet zien en weten wat er aan software onder ligt. Ten tweede gebruik je dat om een concept compleet neer te zetten binnen een organisatie. Bijvoorbeeld bij de Belastingdienst hebben we het hele concept rond social software. En dan is dat de sociale software zelf, maar ook het e-mail, de chat, de presence awareness, videobellen. Alles om digitaal met elkaar samen te werken hebben we daar Connect People genoemd. Dus we spreken daar altijd over Connect People en nooit over de software die in de laag eronder ligt.
betekent niet dat we alle discussie kwijt zijn. Maar bij de medewerkers leeft die discussie helemaal niet. Omdat daar ja, helemaal niet duidelijk is welk product er nou precies onder ligt. Ja, Max, ik wil een vraag stellen over de weerstand. Jij zegt, niet onterecht, zeg jij, er is weerstand, want mensen gaan mogelijk efficiënter werken over hun kennis van openbaar en dus niet van jezelf. Mm-hmm. Heb je een tip hoe je daar, want het is ook realiteit, hè? Het is ook realiteit, hoe je daar dan mee om moet gaan? Dus stel je moet dat organiseren in je bedrijf. Ja, wat wij doen is... Jarno vraagt, heb ik meteen de vraag kwijt, Jarno, dat gaat goed. Ja, of je die, zeg maar, die weerstand, als het gaat om efficiënter werken met behulp van social software, of je daar een tip hebt hoe je daarmee om moet gaan als je dat wilt organiseren in een bedrijf. Want het is namelijk ook de realiteit dat wellicht een gedeelte FTE op de tocht Jan vraagt hoe we nu omgaan met het feit dat efficiënter, effectiever werken, dat die weerstand er komt. Want ja, dat is uiteindelijk een doel van de social software. En banen kunnen daardoor op de tocht kunnen staan. Dat is door te bekijken of het inderdaad het geval is, om daar niet meteen te veel nadruk op te leggen, maar veel meer de nadruk te leggen op positievere zaken voor dat team. En het kan altijd zo zijn inderdaad, want dat geldt bij de Belastingdienst ook hoor, daar moet 15% mensen uit. Alleen is dat op dit moment, wordt dat gedaan door middel van natuurlijke afvloeiing. Want ja, we hebben nogal wat oudere mensen zitten bij de Belastingdienst, gemiddelde leeftijd is ergens boven de 50. Dus ja, daar stroomt vanzelf van alles weer uit. Maar het is wel belangrijk dat we daar juist die kennis van vast gaan houden. Dus het is daar altijd een klein beetje zoeken van... Ja, wat ga je nu wel pakken en wat ga je niet pakken? En dit was een voorbeeldje van adoptie bij deze. Waarvan je zegt, van, nou, let daar heel erg mee op. Want je kunt mensen in de weerstand trekken op deze manier. Maar dat geldt voor allerlei onderwerpen die je kunt aanhaken. Bijvoorbeeld die muziek luisteren van Frans Bauer. Dat was hier ook niet zo heel erg populair, geloof ik, om dat dagelijks te gaan doen. En zo moet je met al die onderwerpen moet je eigenlijk... continu gaan afwegen van hoe ga ik het brengen en of moet ik het misschien op dit moment even vermijden of wat lichter oppakken. Daarnaast, op het moment dat zo'n weerstand komt, zul je daar ook mee aan de slag moeten. Maar daar kom ik later nog heel even op terug. De eerste was dus branding. Het naamgeven van een platform. Ik gaf aan Connect People, maar je kunt ook denken aan dingen als PeopleLink, Kennis Connect. Ja, er zijn legio voorbeelden van organisaties die... hun eigen brand op zo'n concept als social business gezet hebben. En dat werkt over het algemeen heel prettig. Een andere belangrijke is marketing. Marketing en communicatie eigenlijk, we pakken ze eventjes apart. Marketing bij het neerzetten van een concept binnen hun eigen organisatie is vaak heel erg onderschat. Maar het goed neerzetten van zo'n concept in plaats van het over de muur gooien is wel degelijk heel belangrijk. Wat betreft de Belastingdienst hadden we een introductiefilmpje gemaakt. Heel kort, een teaser eigenlijk. Van ongeveer 3/4 minuut. En dat werd op een groot event getoond. Heel groot, Connect People, niemand wist wat het was. Maar je naam kwam een paar keer langs. Er werden een paar dingen heel flitsend getoond. Opzwepend muziekje eronder. En de bus was gecreëerd. Iedereen had het erover. Wat is Connect People? Wat gaat er komen? Nou, daarna werd er een ander filmpje geïntroduceerd. Het was meer een cartoonachtig filmpje. En in dat filmpje werd eigenlijk getoond, Connect People is een nieuw platform en daar zitten allerlei zaken in waarmee je leert samenwerken. We hebben wikis, blogs, profielen, tags. Nou, al die zaken kwamen langs in een filmpje van 2 minuten. En dat werd de hele organisatie ingestuurd, werd keurig verteld wat er aankwam. Nou, dat neemt een heel stuk weerstand weg, want we hebben dan een stukje kennen. Mensen moeten kennen wat er aankomt, heb je dan al te pakken. Daarnaast hebben we een stukje communicatie. Communicatie ook heel belangrijk. Ga op tijd communiceren wat er aankomt. Ga vertellen wat er voor die mensen die ermee moeten gaan werken, wat het gaat toevoegen in hun dagelijkse werkzaamheden. Dat ze inderdaad netwerken kunnen gaan opbouwen. Of dat je inderdaad de parelverhalen, zoals Samuel al eerder aanhaalde, de successtories, dat je die uit het systeem kunt gaan pakken. En ga die delen. En doe dat bij voorkeur ook weer via diezelfde social software. Maar doe het juist ook via andere kanalen. Via bijvoorbeeld een intranet of een sociale intranet. Eventueel zelfs in gedrukte media.
Bij de Belastingdienst hebben we 30.000, nou bijna 35.000 gebruikers van het systeem. Nou, gebruikers, ze kunnen er allemaal in. Dat betekent echt niet dat we ze er allemaal dagelijks in hebben. We hebben momenteel ongeveer zo'n 30.000 mensen die elke maand het systeem raken. Dus dat gaat hartstikke goed, zullen we zeggen. Maar we moeten daarmee wel gaan zorgen dat ze daar komen. Dus ook in de gedrukte media hebben we aandacht besteed aan het fenomeen. En zo moet je stap voor stap proberen continu dat brand wat je aan het neerzetten bent onder de aandacht te brengen. Dat betekent dat je continu bezig bent met een stukje marketing en een stukje communicatie. En tot nu toe, als wij software uitrolden, tenminste de meeste IT-afdelingen zullen dat kunnen beamen, dan was dat niet met behulp van marketing en communicatie binnen het eigen bedrijf. Max, even een vraag. Samuel zegt, je kiest de software eigenlijk op basis van de soorten verbindingen in zo'n organisatie. Dus die strong. Jullie hebben gekozen voor IBM. Mm-hmm. Waarom was dat? Daar is een business case voor gemaakt. Heel ouderwets, hè, als ik Samuel wel zo net nog hoorde. En op basis van die business case zijn de verschillende mogelijkheden bekeken. Dit is ook wel gekomen vanuit de Belastingdienst breed is dit neergezet. En is uiteindelijk de keuze gemaakt op basis van alle voorwaarden die daar uit kwamen. Alles in, hè? Microblogging, wiki. Ja, het is een compleet concept. En het concept is ook breder dan de social software. Omdat er ook de integratie in zat met de e-mail, de agenda, chat presence awareness, webmeetings. En ook nog een keertje de documentbibliotheken. Dus dat is een heel concept geworden wat we dus ook breder getrokken hebben dan alleen de social software op zich. Een ander belangrijk ding wat we tegenkomen als we adoptie doen is het ripple effect. Ik vind het iets mooier dan in het Engels dan in het Nederlands olievlekwerking. En dan werd het zo'n smerig plaatje, zullen we zeggen. Ripple effect betekent dat we zaken in de organisatie neerzetten en dat er eigenlijk een soort van rimpel effect ontstaat naar de rest van de organisatie. He, dat doe je natuurlijk met marketing en communicatie, maar ook met de onderdelen die we dadelijk tegen gaan komen. Je zet ergens iets neer, het gaat de organisatie in, er wordt een bepaalde bus gecreëerd of een bepaalde kennis drijft je organisatie in. Maar zo'n rimpel die dooft ook weer uit na verloop van tijd. Dus je moet zorgen dat je daar continu weer eigenlijk energie aan blijft toevoegen. Maar op deze manier kun je dus bijvoorbeeld 35.000 mensen bereiken, terwijl je maar een team hebt van 25 man. Want dat is het team waarmee ik op dit moment mag werken. Het is een hartstikke leuk team en we zijn allemaal heel enthousiast. Maar wij komen niet bij 35.000 man over de vloer. Dus wij moeten gezamenlijk bekijken hoe we dat dan wel gaan oplossen. Nou, dat doen we met onder andere die olievlekwerking, dat ripple effect. Maar wat we ook gebruiken is een stuk inspiratie. We gaan voor een groep staan, zoals jullie hier zitten bijvoorbeeld. Een mannetje of 50, 100, variërend van managers tot mensen op de werkvloer. En we gaan vertellen hoe mooi het is om ermee te werken. Wat we daarvoor mooie dingen mee gedaan hebben. We pakken voorbeelden uit de organisatie waarvan we laten zien van kijk, dit hebben we met dat team gedaan. En daardoor is dat team anders gaan werken. En kunnen ze nou 's morgens eerst eventjes wat gaan hardlopen. En daarna kunnen ze aan het werk. En kunnen ze eigenlijk meer doen dan ze normaal op een dag deden. Nou, als je dat laat zien, we hebben er ook wat filmpjes van gemaakt en dergelijke. Hè, dan pakken we een stukje marketing weer terug. Dan zie je de zaal enthousiast worden. Dan zie je ze denken van, god, hoe zou ik dat nou straks bij mijn team ook kunnen doen? En dat is wat we willen bereiken. We proberen eigenlijk mensen enthousiast te maken. Zorgen dat ze het ook willen. Want je kunt wel zorgen dat mensen het product kennen. Ze moeten het ook nog een keer willen gaan gebruiken. Wat we ook heel veel gebruiken, en dat is ook dat ripple effect wat we creëren, zijn ambassadeurs. Binnen ons team hebben we een aantal wat wij noemen evangelisten. Evangelisten, dat zijn de mensen die aan de wieg staan van het hele concept. Dat zijn een aantal van de architecten, dat zijn een aantal van de mensen die bij ons in het adoptieteam zitten. Maar de ambassadeurs, dat zijn mensen binnen de organisatie die eigenlijk als vanzelf omhoog poppen. Daar heb je een training aangegeven, een workshop aangegeven, die zijn aan de slag gegaan en die zijn mega enthousiast. En daar moet je gebruik van maken. Die moet je eruit pakken en die moet je wat extra aandacht gaan geven.
En als je die wat extra aandacht geeft en wat extra informatie en eventueel wat extra training, dan kunnen die ook weer naar hun eigen team toe. Of misschien zelfs wel naar hun eigen afdeling of hun eigen dienstonderdeel. En daar vertellen wat hun zo enthousiast maakt. En die mensen die maken het verschil als je een organisatie moet bereiken van 30.000, 35.000 man, maar ook andere grote organisaties. En een organisatie is al snel groot. Er zaten ook organisaties bij die hebben ongeveer 2.000, 3.000 man. Dat is nog steeds heel groot om dat met een team te gaan bereiken. Zeker als ze ook nog eens een keertje over de hele wereld zitten. Zoals bijvoorbeeld bij een Bavaria of een Lely. Kijk, bij de Belastingdienst is het makkelijk. Daar hebben we de grenzen van Nederland. Maar dat geldt voor de meeste organisaties niet. Dus zorg dat je daar die ambassadeurs krijgt. Geef die mensen wat extra aandacht. En zorg dat ze eigenlijk het werk voor jou gaan doen. Dat betekent ook dat je ze moet voorzien van materialen. Max, toch nog even, ja. Ik ben weer met een kritische vraag hoor. Is het dan niet zo, dat zie ik zo vaak, dat die ambassadeurs, we moeten vragen halen, gaat Pieter zeggen straks. Is het niet zo dat uiteindelijk op zo'n platform, dat die ambassadeurs dan heel enthousiast zijn? Ja, want ik begrijp heel goed wat je bedoelt over marketing, communicatie, goed wegzetten, mensen enthousiast maken. Maar tenminste, in mijn praktijk is ook zo vaak dat er echt een groot gedeelte is, weet je, die zit gewoon in de weerstand. En wat die ambassadeurs ook doen, dus ik snap wel een beetje wat je bedoelt, maar het proeft wel een beetje rooskleurig, als je begrijpt wat ik bedoel. Ja. Ja. Maar mijn vraag is, zeg maar, hoe kun je voorkomen, zeg maar, dat er een kopgroepje, alleen maar een kopgroepje blijft? Ja, de vraag is van Jarno, hoe kun je voorkomen dat een kopgroepje alleen een kopgroepje blijft? Daar ga ik dadelijk op terugkomen, okay. Jarno, want ja. Er zijn nog veel meer onderdelen. Okay. En wat wel belangrijk is, is dat al deze onderdelen, die moet je in een mix gaan bakken. Ik zeg altijd, het is een mix van ingrediënten. Het is niet zo van, je moet zoveel aan marketing doen en zoveel ga je aan je ambassadeurs besteden. In elke organisatie is dat een klein beetje aftasten. Hoe werkt het hier? Wat is de cultuur ook waarmee we te maken hebben? En van daaruit gaan we stapje voor stapje bepalen wat onze stappen gaan zijn. Maar ik kom daar zo meteen op terug, Jarno. Even kijken, van de ambassadeurs gaan we naar de executive coaching. Nou, dit is een hele belangrijke. Die executives zijn op twee manieren heel belangrijk. Ten eerste, op het moment dat je met social software of social business concepten aan de slag gaat, heb je die buy-in nodig van het management. En die buy-in die moet zodanig zijn dat de hele hoge managementlaag er vierkant achter staat. Want op het moment dat er daar eentje zegt van ja, leuk dat social software, dat doen ze daar op de werkvloer, maar de middelmanagement gaat er mooi mee aan de slag, maar ik doe daar niks mee. Ja, dan verlies je eigenlijk al meteen een heel groot momentum. Aan de andere kant, die executives, dat zijn ook niet altijd de handigste met dat soort technologieën. Met social software of microblogging, net wat je ze gaat voorschotelen. Dus geef ze wat extra aandacht, net als die ambassadeurs eigenlijk, ook die executives. Ga samen met ze zitten en ga samen met hun bekijken hoe je het goed kunt neerzetten in de organisatie. Dat betekent niet dat ze meteen helemaal full blown de hele breedte van het concept moeten neerzetten, maar dat je gaat zorgen dat ze zichtbaar zijn op een bepaald deel. We hebben bijvoorbeeld bij een organisatie waar we onlangs nog bezig zijn geweest, hadden we directie en die zei van nou, dat social business dat gaan we doen. Dat moet helemaal neergezet worden, we gaan social software aanschaffen. Maar zelf waren ze er helemaal niet voor eigenlijk. Het was meer dat ze van onderuit de organisatie dat wilden. En zelf wilden ze helemaal niet. Nou, we zeggen van, nou, als we het gaan doen en we willen dat het überhaupt een succes wordt in jullie organisatie, dan zullen jullie mee moeten. Nou, daar hebben we moeten praten als brugman. Maar uiteindelijk heeft de directie gezegd van, nou oké, directie en het hele bestuur, die gaan ook aan de slag. Eentje ging videobloggen, eentje ging gewoon bloggen, eentje die zette zijn wekelijkse afspraken op status-updates neer. En op die manier ging het leven, ook in de organisatie. En juist omdat mensen dat voorbeeld zagen, hadden ze iets van, nou, misschien is dat wel heel leuk om daar ook mee aan de slag te gaan. Maar je zag ook dat vanuit de onderste lagen in de organisatie er in één keer vragen rechtstreeks bij de executives kwamen. En dat de werkvloer een vraag durfde te stellen aan een van de directeuren. Terwijl normaal die vragen altijd bij het middelmanagement bleven hangen. Levert wel weer een nieuwe uitdaging op, want op deze manier sla je het middelmanagement over. En als er één groep mensen is die enorm in de weerstand kan schieten,
dan is dat in dit geval dus het middelmanagement. Dus dat levert, naast dat het heel veel op kan leveren, ook weer een nieuwe uitdaging op. Dus dat betekent ook dat je wel het middelmanagement natuurlijk de nodige aandacht zou moeten besteden. Nou, een hele traditionele, eentje die we eigenlijk altijd wel deden vanuit de IT-afdeling, opleiden. Dat vonden we dan nog wel belangrijk. Dat blijft natuurlijk nog steeds belangrijk. Opleiden, daar verstaan wij over het algemeen over de knoppentraining. Het uitleggen hoe een applicatie werkt. Hoe werkt de social software? Wat moet je doen om van A naar B te komen en C te bereiken? Nou, dat blijven we gewoon doen. Alleen pak daar ook je moderne technologieën in mee. Zorg dat je in de social software de goede routering aanlegt naar waar je die opleiding kunt vinden. Zorg dat het opleiding is eventueel voor een groep mensen, maar ook online. We hebben bijvoorbeeld bij Lely, waar we in instantie een omgeving met SameTime hebben uitgerold, dat is chat, presence awareness en webmeetings, hebben we heel korte filmpjes gemaakt. Filmpjes van 2 minuten waarin geleerd werd van hoe log ik in op dit systeem, hoe ga ik een chat opstarten, hoe ga ik video bellen. Heel korte filmpjes, een stuk of 15, die werden in een leeromgeving neergezet. En op die manier kun je dan heel snel als gebruiker aan de slag, zonder dat je handleidingen moet gaan lezen of gebruikersinstructies moet volgen. Want mensen zijn toch heel erg visueel ingesteld. En zo'n filmpje, zeker als het heel korte filmpjes zijn, want je moet ze niet geen filmpjes van 10 minuten gaan geven waar ze naar moeten kijken, maar zorg dat het een afgebakend onderwerp is waar je heel kort door je stappen wordt heen geleid. En dat is heel succesvol, want daar gaan mensen mee aan de slag. Waarom is er daarvoor gekozen? Omdat men wereldwijd zat. Dus we gaan geen trainingen geven voor mensen in Amerika. Ja, ik zou best willen hoor, vliegt daar op die kant op. Maar we hebben gekozen hier om video's te ontwikkelen. En heel veel organisaties zeggen dan weer, we hebben daar de capaciteit niet voor. We hebben daar geen eigen afdeling voor die trainingen. Kijk dan of je het kunt gaan inhuren bij een organisatie of laat die videofilmpjes maken. Het hoeft niet de hele wereld te kosten. Een stapje dieper gaan we naar workshops. In workshops gaan we met een groep aan de slag. We gaan kijken hoe je het systeem kunt inzetten om bijvoorbeeld expertise te vinden binnen je eigen organisatie. Want je hebt dadelijk je netwerk en je netwerk, daarin kun je bijvoorbeeld zien wie bepaalde expertise heeft. Maar hoe ga ik die mensen vinden? Hoe kom ik connect met ze? Hoe kan ik een vraag aan ze stellen? Je gaat wat meer hands-on aan de slag, maar niet op basis van de knoppen, maar op basis van een aantal scenario's die je probeert mee te pakken. Een andere die we heel veel doen zijn teambegeleidingen. Teambegeleidingen is weer een stapje verder dan de workshops. Maar met teambegeleidingen komen we eigenlijk op een vraag vanuit een team. Van nou, wij hebben een bepaald proces. Dat proces dat loopt niet heel erg lekker. Of we denken dat het efficiënter kan. Zou je er eens samen met ons te kunnen kijken? Nou, we maken daar wat wij noemen dan een teambegeleiding van. En zo'n teambegeleiding dat bestaat uit samen naar dat proces kijken of naar dat stuk kijken waar de pijn zit eigenlijk. En vanuit dat punt proberen een oplossing te vinden met de beschikbare middelen die we hebben. Nou, dat kan binnen de social software zijn. We hebben een voorbeeld gehad van een team, een klein team, 7-8 man. En die hadden een hele massief grote Excel-sheet. En die Excel-sheet, daar stonden al hun actiepunten in wat ze moesten doen. Ze zaten door heel Nederland verspreid. En onder die Excel-sheet hingen gelinkt allerlei documenten. En die documenten stonden in een hele mooie directriestructuur. Dus dat betekende dat iedereen moest zorgen dat ze die Excel-sheet hadden staan. En dat ze in diezelfde directriestructuur de bestanden allemaal altijd op de juiste plek hebben moeten staan. Nou, dat ging dus altijd mis. Dat betekent namelijk dat je één bestandje een keer hernoemd hebt, die link niet hernoemd hebt en hij werkt niet meer. Nou, dan ben je weer uren aan het zoeken. Plus ze waren per persoon, per week, 4 uur bezig om dat stukje in orde te houden. We hebben in de social software gekeken naar activiteiten, waaraan je de activiteiten kon toekennen aan andere collega's, waarin je de documenten die erbij horen meteen in de activiteit kon hangen. En op dit moment bespaart dat team zich 4 uur per persoon per week. Zijn ze een stuk enthousiaster en zijn ze ook een stuk effectiever geworden. Want het was een controleteam en ze doen momenteel bijna 30% meer controles. Dus dat betekent dat dat team, wat eerst helemaal kriegel werd van hun eigen proces, nu een methode heeft gevonden om fijn te werken.
Dit is trouwens ook tevens een voorbeeld wat we hebben opgepakt als parelverhaal. Waarvan we hebben gezegd van, dit moeten we nou communiceren naar de rest van de organisatie. Want dit is een verhaal wat duidelijk laat zien wat het kan opleveren. Nog een stapje verder, dat zijn onze business initiatieven. Nou, dat business initiatieven die zijn bij ons ooit begonnen als pilots. Maar een pilot is iets wat je doet voordat je echt aan de slag gaat. Dus op een gegeven moment hebben we gedacht van ja, we doen eigenlijk nog steeds pilots, maar we zijn al vol aan de slag met het systeem. Hoe gaan we dat een beetje omdenken naar iets anders? Nou, we hebben daar business initiatieven van gemaakt. Wat doen we? We gaan ongeveer een 12, 13 weken met een team aan de slag. We creëren eerst een kernteam. Dus we gaan niet met een team van 25, 30, 40 man aan de slag. Maar we halen er 7 mensen uit. En we gaan met dat team naar al hun processen kijken. Naar al hun dagelijkse werkzaamheden. En we gaan daar op zoek naar waar zitten jullie pijnpunten. Nou, als we die gevonden hebben, gaan we bekijken wat we kunnen doen met de middelen die we beschikbaar hebben. En dat is dus binnen de social software, maar ook door bijvoorbeeld mobieler te gaan werken of door op een andere manier te gaan overleggen. De hele breedte van het samenwerken, het tijds- en plaatsonafhankelijk werk ook, om dat te gebruiken, gaan we inzetten om die processen aan te passen. En dan zie je dat je met een team heel ver kunt komen. Dat je met een team echt afspraken kunt maken. We hebben een voorbeeld van een projectteam, ook weer over heel Nederland verspreid. Maar dat was wisselend. Dus continu zaten er andere teamleden in, continu korte projecten. En ja, we hadden er 40 van die teams. Alleen de grote klacht was van, we weten nooit waar de documenten staan, we weten niet wat de laatste afspraken zijn, alles wordt gemaild. Nou, daar moet je mij al helemaal niet mee hebben. Ik doe graag een workshop Living Outside of the Inbox. Oftewel, zorgen dat er juist niet meer gemaild wordt. Nou, dat team mailde alles. Want ja, het was de enige vorm van communicatie die ze met elkaar hadden. En dan kom je op een vergadering. Mooie agenda, 25 punten. Tenminste, op mijn agenda. Ik had de laatste versie. En een ander had 24 punten en de ander had er 28. Oftewel, iedereen had een andere versie van de agenda in de mail gevonden. Even zoeken op vergadering van 24 januari. En dan komt hij vanzelf boven water. Nou, met dat team zijn we aan de slag gegaan. En we zijn alle bestanden op een centrale plek gaan zetten. In de social software, waar automatisch versiebeheer in zat. Dus alles stond op vaste plek. We zijn de vergaderingen gaan ondersteunen met behulp van de social software. In dit geval weer met activiteiten. En zo zijn we eigenlijk uiteindelijk gekomen op het oprichten van communities. Want die werden door de software ook ondersteund. En in de communities wordt nou alles gedeeld omtrent zo'n project. En is het project afgelopen, dan wordt zo'n community netjes geactiveerd. Blijft de kennis die erin zit, blijft beschikbaar. En op die manier kunnen we dus heel makkelijk door. We zijn met één team begonnen. Inmiddels werken alle 40 teams op deze manier. Dus ja, daarmee zie je gewoon dat zo'n business initiatief echt kan opleveren. Een van de belangrijke punten, zeker met zo'n business initiatief, en ja, Samuel is er ook al even op teruggekomen, is een stukje effectmeting. Wat levert het ons nou allemaal op? En dat blijft inderdaad heel lastig met social business. Wat levert het ons nou op? Nou, we hebben teams gehad waarbij dat heel erg duidelijk was. Van 3 controles naar 8 controles per dag. Ja, dat is heel erg duidelijk wat je daarmee haalt. Teams die zeiden van, nou, wij kunnen bijvoorbeeld meten als wij virtueel gaan vergaderen, wat het ons scheelt in kilometers per maand of per jaar. En dat levert ook op. En de reistijd levert ons ook op. Dus achteraf ga je bekijken wat er de winst is geweest om de aanpassingen te doen. Vooraf kun je wel zeggen van, ik wil op deze punten gaan meten. Maar achteraf kun je pas zien natuurlijk of dat daadwerkelijk effect gehad heeft. Een andere die samen wel al aangehaald heeft, was de sociale netwerkanalyse. Met de sociale netwerkanalyse krijg je een plaatje zoals met de smiley straks van Samuel, waarin je de verbindingen gaat zien binnen een team, ook naar buiten het team. En dat kan heel confronterend zijn. Want daaruit kan blijken bijvoorbeeld dat iemand die je als teamleider hebt staan, dat die nauwelijks contact heeft met zijn team. Nou, als dat naar voren gaat komen uit zo'n sociale netwerkanalyse, dan weet je wel dat er een punt van aandacht is binnen zo'n team. En daar kunnen hele belangrijke dingen uitkomen. Bijvoorbeeld bij een bedrijf hier ook in het noorden ergens, ik geloof dat ze in Leeuwarden zitten,
heeft het ertoe geleid, zo'n sociale netwerkanalyse op 1800 mensen, dat er een compleet kantoor gesloten kon worden. Want van daaruit hebben ze besloten dat er op een andere manier gewerkt kon worden. En hebben ze de mensen wat meer bij elkaar gezet. En hebben ze uiteindelijk veel betere resultaten gehaald. Een andere die heel veel terugkomt, en daar zie je ook dat het enthousiasme per persoon wat anders is, is gamification. Gamification is eigenlijk een spelelement toevoegen in bijvoorbeeld social software. Nou, we kennen het al natuurlijk van bijvoorbeeld een LinkedIn, hè, waar je een profielscore hebt en iedereen wil dan toch proberen die 100% te halen. Nou, dat is er eentje, die zie ik altijd nog wel zitten. Maar er zijn ook platformen waarbij hoe meer je doet op het platform, ongeacht of het kwalitatief of kwantitatief is, dat je daar bepaalde punten voor krijgt of badges voor kunt halen. En ja, dan vind ik het altijd een klein beetje vaag worden. Want als ik punten ga krijgen voor het schrijven van 5 blogs in de week, ja, wat staat er dan in die blogs? Heeft het nog enig nut dat ik het doe? Dus gamification, ja, kan een heel krachtig middel zijn, maar zorg er dan wel voor dat het middel is wat op de juiste manier wordt ingezet, dat je ook kwalitatief resultaat krijgt. En daarnaast vind ik dat gamification niet per se in de software hoeft te zitten. Want je kunt namelijk ook er een spelelement aan toevoegen door een team uit te dagen om op een bepaalde manier te gaan werken met behulp van de social software en daar resultaten uit te gaan halen. Dus je kunt gamification op verschillende manieren binnen je organisatie inzetten. En dan hebben we deze nog. Dan komen we eigenlijk zo'n beetje bij die vraag van Jarno. Van ja, dan zitten er mensen toch in de weerstand. En wat dan? Want ja, dat gaat gebeuren. Wat je ook doet, al doe je al deze dingen in de juiste mix binnen je organisatie, er zullen altijd mensen blijven die in de weerstand schieten. Ik heb er eentje bij gehad op een gegeven moment. Die zei van, ik voel alsof iemand de handen op mijn nek zet en me aan het wurgen is als ik hiermee moet gaan werken. Iedereen kan zien wat ik doe. Ik wil dit niet. Nou, hij was even bang dat iedereen, want het was een behoorlijk drukke workshop waar we in zaten op dat moment, dat iedereen hem zou uitlachen. Dat gaf hij zelf ook aan. Maar er werd helemaal niet gelachen. Er werd alleen maar gekeken van, nou, die zit er behoorlijk heftig in. Wat we gedaan hebben is, we zijn de dialoog met hem aangegaan. Eventjes buiten de sessie. En doordat we de dialoog met hem aangingen, hebben we gekeken van, wat is er nou aan de hand waarom jij zo in de weerstand schiet? En wat kunnen we doen om te zorgen dat jij ziet wat het wel voor jou kan betekenen? En dan kwamen we eigenlijk weer op dat, wat maakt jouw hart wat sneller kloppen? Wat vind jij belangrijk? Ja, zegt die man, ik vind het wel heel belangrijk dat als ik over 2 jaar met pensioen ga, hè, dat was weer typisch het einde van het traject, dat al mijn kennis niet verloren gaat. Nou, als jij dat zo belangrijk vindt, dan geven we jou hier een platform waarin jij je kennis kunt delen. Ja, maar ik moet niet hebben, zegt hij, dat als dan over 4 jaar blijkt dat ik er iets verkeerds heb geschreven, dat mensen mij nog steeds kunnen vinden en zeggen van, ja, die Piet Jan, die heeft daar dingen neergeschreven, daar klopt er echt geen hout van. Nou, uiteindelijk hebben we hem ervan ook kunnen overtuigen en is dat een van onze meest enthousiaste ambassadeurs geworden. Die man, die is helemaal enthousiast geworden, want die heeft voor zijn pensioen al zijn kennis nog kunnen delen in het systeem. En daar, in de tijd dat hij er nog zat, feedback gekregen van zijn collega's. Voor het eerst in 45 jaar kreeg die man feedback. Dat had hij nog nooit gehad. En daar was hij dus eigenlijk bang voor. Maar uiteindelijk heeft hij dat heel veel opgeleverd. Dus zo zie je dat iemand die in de weerstand kan zitten op het ene moment, je beste ambassadeur is op het andere moment. Maar je zult die dialoog moeten aangaan. En je zult moeten kijken van, wat is er dan wat die man wel wil bereiken, of die vrouw natuurlijk. En dat is ook niet een 100% garantie natuurlijk. Maar ja, bij de meeste mensen kom je er uiteindelijk wel door. En zijn er nou echt mensen die niet willen? Laat ze heel eventjes met rust. Laat ze eventjes. Je hebt genoeg te doen. Je hebt die hele organisatie nog die je moet meekrijgen. En uiteindelijk pak ze in een later stadium erbij. Laat ze niet voor altijd links liggen, maar pak ze in een later stadium erop. Uiteindelijk, als het hele team werkt volgens een bepaald nieuw proces met behulp van die social software, dan zullen ze langzaam maar zeker daar vanzelf in terecht gaan komen. En tegen die tijd is het waarschijnlijk ook een stuk minder eng.
om dat te gaan doen. Ik heb, volgens mij zit ik al in de borrel zelfs. sorry. Ik ben zelf vindbaar op verschillende social media. Ik ben nog niet helemaal klaar bij Jarno, dus die borrel dat wordt wat korter of we gaan wat langer door. Ik ben op verschillende media terug te vinden. Nou, LinkedIn, Twitter, Pinterest, eventjes een paar die ik eruit gepikt heb. Natuurlijk ben ik ook te vinden bij Acuity zelf. Maar voor mij is het heel makkelijk. Want mijn naam wereldwijd is uniek. Max Verbong, nou, dat is ook een soort branding die je doet. Dat noemen wij personal branding. Dat doe je ook binnen een organisatie. Zul je dat zien, mensen moeten kunnen worden gevonden. Dus ik heb het makkelijk. Er zijn mensen die het een stuk moeilijker hebben. Als je Jan Jansen heet en je wilt aan personal branding gaan doen, wordt het lastiger. Heet je Peter de Vries en ben je misdaadverslaggever, dan voeg je één lettertje toe, Peter R. de Vries, en je bent weer een stuk beter vindbaar. Wie kent er Luis Suarez? Ja? Wie is dat? Voetballer. Voetballer? Van IBM, ja, je hebt het toevallig te roeien. Maar inderdaad, als je Luis Suarez zoekt, de meeste mensen roepen, oh, dat is die voetballer. En de andere helft die al meer in social business zit, roepen, dat is die van IBM. Mike Tyson van het gras. Sorry? Mike Tyson van het gras. Ja, precies. En, maar als je gaat zoeken, inderdaad, in Google, dan zul je zien, de ene keer staat die voetballer bovenaan en de andere keer staat die van IBM bovenaan. Wat heeft die van IBM nou gedaan? Die zegt, ja, er zijn honderden Luis Suarez'en ter wereld. Dan is er ook nog zo'n voetballer die op een of andere manier bekend is geworden. Maar van social business weet hij geen rol af. Ja, hij kan een beetje voetballen, vooruit. Dus ja, wat moet ik nou? Ik kan moeilijk als Luis Suarez vindbaar gaan zijn. Want dat werkt niet. Die brand, daar zijn er te veel van. Wat heeft hij gedaan? Hij heeft gezegd van, nou, mijn brand wordt Elsua. E-L-S-U-A. Een stukje van zijn naam zit erin. En daarmee heeft hij zijn website, zijn Twitter-account, zijn LinkedIn-account. Alles is daarop terug te voeren. Dus zo zie je dat iemand ook dat branding op een klein niveau kan doen. En dat is heel belangrijk ook als je naar buiten toe gaat in een organisatie. Dus als je daarmee bezig bent met social media, die kant kom je dan weer op. Ga dan kijken hoe je bijvoorbeeld als bedrijf of als persoon die branding weer op de goede manier kunt doen. Dan heb ik namelijk de tijd voor vragen, tenzij iedereen meteen liefst richting de borrel rent. Dan gaan we de microfoon weer wisselen, Jarno. Ja. Heel goed. Test, ja. Oké, iemand een vraag aan Max? Helemaal allemaal, Dimitri, vraag? Nee, goed. En dan kom je helemaal uit Leeuwarden en wil je vragen stellen ook. Ja, dan moet het ook goed doen. Je zegt dat het middelmanagement eigenlijk min of meer af en toe gepasseerd wordt. Wordt het niet tijd dat die laag gewoon weggaat met social business? Middelmanagement, of dat niet weg moet. Nou, ik ben nieuwsgierig. Mark Vletter zit te kijken en Mark Vletter vindt van ja. Ja, de vraag of middelmanagement weg moet. Ik ben persoonlijk van mening dat hij wel weg zou kunnen. In veel gevallen tenminste. Misschien niet alle lagen, maar als je de meeste organisaties bekijkt, dan denk ik dat we met social business nog wel een stukje platter kunnen worden dan de meeste organisaties nu zijn. Waren er nog meer vragen? Loop jij voor? Ja. Blijft de conditie goed? Dat plaatje van die ezel, die vond ik wel aardig. Die ezel die kon op een bepaald moment omhoog, die kon in beweging. Maar hoe hou je die ezel nu in beweging? Want daar ben ik een beetje bang voor. Op het moment dat jij vertrokken bent, dat dan de boel een beetje inkakt. Het lijkt ook inderdaad de adoptie, hè? Beetje estafette. Dus volgende keer maken we gewoon een foto van jou, hoor. Dan ben je. Dat, hoe hou je dat weer op gang? Nou, dat is waar we eigenlijk het hele traject van adoptie ook voor inzetten. Is dat het moet tussen de oren gaan zitten. Het moet een tweede natuur worden. Want dat hele social zit in onze natuur. Dat zit in onze genen. Dus waar je voor moet zorgen is dat iedereen weer in die beweging komt. Weer in dat principe waarvan Samuel ook al aangeeft. Een jaar of, wat is het, 50 geleden? Of ja, voor de industriële revolutie in ieder geval. Zat dat nog veel meer in ons. Om op die manier te werken. En daar moeten we weer naar terug. En als je die mensen in beweging hebt en die mensen om hem heen zijn in die beweging, dan zullen ze die vanzelf weer gaan meetrekken. En
ik geef geen garantie van 100%, tuurlijk niet. Maar de meeste mensen die je uiteindelijk uit die weerstand krijgt, die zullen echt wel naar voren komen. En waarschijnlijk zullen er ook weer nieuwe mensen in de weerstand schieten of komen er nieuwe weerstanden waar we op dit moment nog helemaal niks over kunnen zeggen of door zaken die in een organisatie gebeuren. Het blijft een soort van continu proces. En dat is het hele proces omtrent social business ook. Het is een continu proces van verandering waar we in terechtkomen. Het is overigens ook echt een succesfactor. Wat zei je, Samuel? Ja, het is ook een... Ingaand op die vraag, het is dus ook wat mij betreft ook een succesfactor. Zeg maar voor als je dus zo'n traject hebt gedaan, trek je dan maar eens terug. En kijk maar of het beklijft. Ja, dus dat is een van mijn grote angsten geweest toen ik wegging bij OC. Dan heb je heel veel initiatieven neergezet. En dan ga je weg en stort het dan in elkaar. Of heb je ervoor gezorgd dat het geborgd is, om het maar even plat te zeggen, in het netwerk. En in het geval van OC kan ik zeggen dat het is blijven hangen. En zelfs beter is gegaan. Hè, zeg maar, hè. Dus, nee, maar dat is heel apart. Je kan het ook tegenhouden. Oké. Laten we even applaus doen voor Max, jongens, want we zitten al dik in de borrel. Max Verbong, ook Samuel, dank. Ontzettend interessant verhaal. Waar zal ik beginnen? Smart Camels. Veel complimenten over de livestream, wederom cool shots, ook dank, goed gedaan. Soms zelf denk ik dat de livestream te goed is, hè, want er zijn echt een aantal mensen die zeiden, oh, het is zo goed de livestream, ik kijk lekker thuis. Die missen straks de borrel. Dagblad van het Noorden, dank voor het advertentievrij kunnen laten zien van de livestream. Noël Wap, Ralf, waar zit je? Hij is er weer. Ja, tuurlijk is hij er weer. Oh, de pakketjes zijn uitgedeeld. Hampshire Plaza voor de gastvrijheid. 1 juli, Polle de Maagd en spreker nummer 2. In september zijn jullie aan de beurt. Ja, hoe we dat gaan doen, weten we nog niet. Maar ik hoop dat wordt echt een geweldige editie, denk ik. Ga ik vanuit. Hoe doen we dat nou verder? Oh ja, Embrace, de jongens van Embrace. Als je straks je borreltje drinkt, hè, denk even aan Embrace. We gaan kijken of we de slides... Nee, van Samuel staan de slides al online. Van Max gaan we er ook voor zorgen. Smart Camels gaat, als het goed is, de video weer online zetten. Astrid zegt ja namens Smart Camels, hartstikke leuk. Borrelen tot 10 uur. En ja, dat was een waardebepaling achteraf. En applaus voor jezelf, wel thuis, doe voorzichtig, et cetera. Ja.